Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Welkom. Daar zijn we dan bij poppenkast nummer 139. En ik ben hier met, kijk aan, Mark van Treuren. Goeiedag. Welkom. Het duurde even voordat we de boel aan de gang hebben. Niet jouw schuld. Schijnbaar loopt mijn computer vast tegenwoordig, dus dat kunnen we niet hebben. Dus je hebt heel rustig anderhalf uur zitten wachten hier voordat je aan de slag kon. Nou, ik had ook wel heel erg veel dingen die ik nog moest doen, dus die kon ik nu wel mooi doen. Dus dat heb ik een mooi gebruik gemaakt van die tijd. Dankjewel. Daar ben ik hartstikke blij mee. We hebben contact gelegd via Max. Max heeft ons geconnect. En jij belde van de week op toch ook wel over bepaalde prangende zaken, volgens mij. Wou je daarmee openen, dat we dat meteen voor in het bewustzijn hebben van de luisteraar? Ja, voordat ze wegkijken en iets anders gaan klikken, is misschien wel even goed om inderdaad over chat control te hebben. Aanstaande zondag hebben we ook op 1 oktober, volgens mij ga je dit uitzenden ook op 1 oktober, is er dan een demonstratie op de Dam in Amsterdam. En dat gaat dan over chat control. En chat control is eigenlijk het feit dat ze willen het verplicht gaan stellen voor providers van chatdiensten. Denk aan sms, e-mail, WhatsApp, eigenlijk al het digitale verkeer wat tussen twee personen of meer gaat. Denk aan e-mail, sms, maar ook dat appjes die dus wel geëncrypt zijn, dat die dus dan niet meer geëncrypt mogen zijn. Of dat er een vorm van client-side scanning gedaan mag worden. Dus dat betekent dat voordat jij op send drukt en voordat de encryptie plaatsvindt, dat dan, dat dan op dat moment er een logje gestuurd wordt naar de provider of naar de overheid. En dan wordt dat ergens bewaard en wordt dat gekeken of jij misschien geen dingen erop hebt staan die iets te maken kunnen hebben met kinderporno of de verspreiding daarvan. En dat is eigenlijk waarvoor ze het zeggen, waarvoor ze het doen. Ja, want ik kreeg al het idee dat dat soort dingen al gaande waren. Met die hele, wat je in Amerika zag, dat er gigantische data gescraped werd en maar dat was nog niet zo specifiek gaande dat er op triggerwords bepaalde berichtjes, linkjes naar. Dat is al sinds 2021, is dat al zo. Ja. Juni 2021 is die wet al van kracht in Europa. Maar dat was nog op vrijwillige basis voor providers. Ja. Dus platformen zoals WhatsApp en ook Facebook, die deden daar vrijwillig mee. En Apple die deed het al, daarvoor al. Dus dat is dat, maar nu is de bedoeling dat dus eigenlijk verplicht gaat worden voor elke vorm van chataanbieding. Dus dat inderdaad zoiets als Signal, dat dan niet meer fatsoenlijk meer gaat werken. Ja. Zoals het eigenlijk bedoeld is. Hetzelfde geldt voor Telegram en een heleboel andere chatdiensten, maar ook gewoon e-mails. Dan gewoon eigenlijk alle e-mails gezien mogen worden en opgeslagen mogen worden als er iets in staat wat iets te maken zou kunnen hebben met kindermisbruik. Ja, want kindermisbruik en kinderporno is natuurlijk wel een reëel probleem. Ja. Wordt het dan hier nu toch wel emotionele lading van het onderwerp gewoon heftig misbruikt om meer controle te pakken? Dat is wel zoals het lijkt te zijn. Ja, ik denk dat het een beetje paniekvoetbal is. Maar wat je wel ziet is dat er een hele grote lobby is met miljoenen euro's die bezig is om de parlementen in Europa, om die te beïnvloeden, om dit dus aan te nemen. En het interessante ook is, als je een beetje dat gaat uitzoeken, dan kom je uit op een bedrijf dat heet Forn. En die is een van de investeerders daarvan is, hoe heet die gozer ook weer, van de 70s show? Kutcher? Nee, die andere. Die Krullebol? Nee. Ja, misschien wel Kutcher of zo. Die Kutcher. Kutcher, ja, die mooi boy. Ja, die mooi boy. Ja, klopt. Ashton Kutcher. Die heeft dus een van de
een van de initiatiefnemers geweest daarvan. En die komt opvallend in het nieuws de afgelopen tijd ook. En ook in het verleden geweest van die dingen heb gezegd. Ik denk van nou, wel een beetje apart dat je dat zo zegt. Maar hij is dus initiatiefnemer van het doordrukken van die wetgeving om... Nou, hij is initiatiefnemer van het bedrijf waar die de software maakt om dat te verkopen aan het Europese parlement. Die dus inderdaad, want ik weet wel dat Ashton Kutcher er vrij actief bezig is met mensenhandel en al dat soort dingen en misbruik. En, ik weet niet, daar weet ik de details niet van. Ik weet, wat ik wel kan zeggen is dat die opvallend in het nieuws is geweest. Ja. En dat het mij wel zorgen baart dat daar zoveel geld achter zit. Om dus onder het mom van iedereen verdacht maken van het zijn van pedofiel bij voorbaat al. Want dat is eigenlijk wat die wet dus doet. Yeah. Ze zeggen eigenlijk tegen iedereen van je bent het al voordat we het bewezen hebben. En wat je er ook mee doet is je overbelast de politie enorm. Die worden namelijk enorm overbelast met deze rapportages. Want ze zijn verplicht om er doorheen te gaan op mensen het... aangeboden krijgen. Dus een gigantisch groot, het gaat echt om 86% van de capaciteit in Zwitserland bijvoorbeeld, die gaat hier ook gaan aan op. En ze kunnen dus geen langdurige opsporing meer doen. Ze kunnen geen infiltratiewerk meer doen. Ze kunnen niet meer checken bij hun eigen personeel of ze wel zelf aan de regeltjes houden. Mm. En dit heeft tot verschrikkelijke situaties geleid, waarvan mensen die het slachtoffer zijn geweest opnieuw slachtoffer worden, maar dan van een agent. En de meeste agenten die hebben daar helemaal geen interesse in. Maar er zit af en toe er wel eentje tussen. En dan kun je dus niet op handhaven. En dat is gewoon een probleem. Los daarvan ontstaat er ook de situatie dat bijvoorbeeld als een arts een foto maakt van een kind die ontbloot is op een bepaalde manier voor medische doeleinden en dat wordt opgestuurd digitaal, dan wordt dat ook gevlagd als kinderporno. En heb je dat probleem ook als jij fotootjes of video's maakt van je kinderen die in een pierenbadje aan het spelen zijn of op het strand en je stuurt het naar een familielid, dan wordt dat ook gevlagd op die manier. Er zijn gewoon mensen in de rechtbank beland om dit soort dingen. Minderjarigen die aubergines naar elkaar sturen en dan of andere dingen van die contraien, die worden dan ook op een gegeven moment verdacht van iets. En het is gewoon heel erg vervelend als jij gewoon helemaal niks gedaan hebt, ben je onschuldig aan het doen. En je wordt dan vervolgens verdacht van iets wat je helemaal niet gedaan hebt. Dat heeft behoorlijke gevolgen. Want je hele omgeving, die hoort namelijk van alleen dat die verdenking er is. Iedereen denkt, waar grook is vuur. En je bent gelijk ben je af voor de rest van je leven, terwijl je niks gedaan hebt. Nee, je ziet het, met bijvoorbeeld nu een Russell Brand die dan beschuldigingen krijgt gedaan. Los of het waar is of niet. Iedereen is al helemaal... Het is nu in de media. Ik heb nu al Lubach 2 keer een grap erover horen maken. Insinuaties van... viezerik is Russell Brand. Alleen weten dan, we nog niet zeker. Nee, ja, dat is allemaal... Het zijn zelfs, want je kan zeggen van... Nou, oké, je hoeft geen rechtszaak te hebben om te weten waar je staat. Maar er is letterlijk geen bewijs. Ze hebben alleen maar anonieme beschuldigingen. Ja. Gebruik gemaakt van bewijsmateriaal dat lijkt gerecreëerd te zijn. Maar ja, iedereen die heeft al zijn mening klaarstaan. Dus ik snap wel dat... Ja, er is gewoon politieke moord gepleegd. Ja, en als het waar is, dan is het steeds meer. Als het waar is, dan is het terecht, maar dat weten we nog niet. En we zitten in een rechtsstaat waarvan je eerst moet bewijzen dat je inderdaad wat gedaan hebt. En dan pas word je veroordeeld en niet op deze manier al publiekelijk aan de schandpaal gezet. Ja, en dan kan je zien hoe desastreus het kan zijn, zeg maar, als als dingen gemisinterpreteerd worden of misbruik nog erger van gemaakt kan worden. En wat ook al gebeurt. Dus. Er zijn voorbeelden van mensen in de politiek waarbij dat gedaan is natuurlijk waarvan we gewoon nog niet zeker weten of dat wel zo is. Ondertussen wordt er wel alle schijn van gemaakt dat het wel zo is. Worden mensen uit hun functie gezet. En je hoort daarna niet hoe het daarna afloopt. Mensen zijn dan ook zat, hè? Want die merken al gewoon, oké, ik heb deze verdenking gekregen. En hebben dan vanaf dat moment al geen zin meer om dat te gaan doen. Je moet je voorstellen, je hebt eigenlijk de hele wereld tegen je op dat moment. Hè? Want iedereen gelooft het al. En zeker als je een keertje in de krant hebt gestaan. Het doet echt wat met mensen. Ja, ja. Je bent lijsttrekker van de Piratenpartij. Ja, van de Piratenpartij en de Groenen. We hebben dus een samengestelde lijst. Het lijkt een beetje op wat de Partij van de Arbeid GroenLinks heeft gedaan. Alleen dan natuurlijk geen Partij van de Arbeid GroenLinks. Nee.
Ik heb in de vorige ronde heb ik op jullie gestemd. Op de Piratenpartij. Ik weet niet of het toen al. Ik ben veel op het internet. Ik zie dat de vrijheden op het internet worden ontnomen. Ik ben ook niet voor allerlei draconische maatregelen om de veiligheid van andere mensen te garanderen. Al zit ik wel natuurlijk in een dubio van hoe doe je dat dan wel? Want ook ik zie dingen op het internet waar ik denk van ja, dat moet niet kunnen. Maar jullie waren er gewoon actief mee bezig als één van de weinigen, dan wel niet de enige. Dus zo ben ik bij jullie terechtgekomen. Inmiddels ben ik wel iets verplaatst, zeg maar. Ik zie wel ook, want qua klimaat, discussie, daar kan ik me heel slecht in vinden. In de huidige, hoe het huidige wordt aangepakt en zo. En als je zegt het klimaat, daar kun je me niet zo in vinden. Heb je het dan over ons programma waar je niet in kan vinden? Of is het meer van hoe het op dit moment, hoe op dit moment andere partijen en ook voornamelijk het kabinet de afgelopen tijd omgegaan is met het onderwerp klimaat en milieu? Ik heb voornamelijk wat dingen in mijn eigen omgeving waarvan ik gewoon tegenstrijdigheden zie. Hè. Hier een chemie-industrie van AkzoNobel, die heel netjes wordt aangedreven door wind en zonne-energie. Dus dan klimaatneutrale milieuvervuiling, top. Ondertussen worden er dan hier zwarte koolcentrales gesloten. Mijn vader heeft in die koolcentrale gewerkt. Mooie centrale was dat, heel duurzaam voor een koolcentrale. Hoogstwaardige kool werd daar verbrand, filters erop. Moest allemaal weg om plek te maken voor windmolens. Vervolgens, als nu de windmolens niet draaien, halen ze het stroom uit Duitsland, waar ze Garzweiler aan hebben staan en bruinkool aan het mijnen zijn. Notabene windmolens aan het wegvagen zijn, zodat ze bruinkool aan het mijnen. Die hele klimaatdiscussie die 10 jaar geleden of 15 jaar geleden is gestart, is weer terug bij af. Bij bruinkool. Het heeft nergens tot geleid. Alle initiatieven, alle geld die is gestoken in duurzame energie heeft ons weer geleid tot opnieuw mijnen van bruinkool. Dus ik heb iedereen die begint over klimaatdiscussie. Kijk, ik ben hartstikke veel voor het milieu. Hè, mijn omgeving. Ik wil ook een schoon milieu. Maar begint over klimaatverandering tegengaan. Ik haak dan af. Ik denk, dat is megalomaan. Klimaat verandert nou eenmaal. Weet je wat, doe iets aan de gevolgen. Ga niet proberen het klimaat te veranderen of tegen te gaan. Want daar zijn we als mensen volgens mij helemaal niet tot in staat. Plus, je kan wel inderdaad met klimaatwetenschappers. Ja, 99 wetenschappers staan er allemaal achter en zo. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we ook gezien dat wetenschap behoorlijk corrumpeerbaar is. Dus ik heb daar ook heel weinig vertrouwen in. Dus als ik dan inderdaad de groene hoor, die dan, ja, ik ben niet eens echt heel erg verdiept, maar daar heb ik al snel zoiets van, oh, dit gaat er rondom klimaat. En dan drijf ik al snel af. Of heb ik dat helemaal verkeerd? Ik denk dat je daar best wel een interessante lans mee breekt. Want er is namelijk ook heel veel milieuoplossingen die gemaakt zijn, die gewoon eigenlijk helemaal niet werken. Een prachtig voorbeeld is eentje die meneer Timmermans van de Partij van de Arbeid GroenLinks heel lang gepropageerd heeft en ook uitgevoerd heeft, Europees breed. En die biomassa-centrales. Nou, als er één ding is wat het milieu nog verder achteruit helpt dan door helemaal niks te doen en alles te laten zoals het is, dan is het wel biomassa-centrales. Maar dan ga je nou die dingen die eigenlijk CO2 en andere dingen uit de lucht halen om het inderdaad beter te maken, die ga je dan vervolgens weghalen. Dus het is eigenlijk klimaatverergering in het kwadraat. Onder het mom van schone energie. Dus dat is wel een van de dingen waar ik me. En hoe dat mogelijk is geworden, dat mogelijk is geworden onder de vlag van GroenLinks, Partij van de Arbeid, maar ook D66, dat ze dat hebben aangemoedigd. Ja. En en je ziet het ook in heel veel steden, gemeentes in Nederland, zijn er meer dan 100, hebben ze dus van zo'n biomassa-centrale geplaatst. En het is dus gewoon blijkbaar op een of andere manier mogelijk om iets wat dus nog erger is voor het milieu aan te merken als groen. En ik heb dus gezien dat er dus heel veel van dat soort greenwashing wordt gedaan. Ja. En dat wordt het ook heel veel gedaan. Ik heb ook afgelopen februari januari volgens mij, ben ik nog afgevoerd door politieagenten bij de Universiteit van Amsterdam. Omdat ik daar samen met een aantal studenten bezig was om stand te houden bij het bezetten van de Universiteit van Amsterdam. En waarom we dat aan doen? Want Shell die had namelijk 5 onderzoeken
waren ze aan het sponsoren in de vorm van donaties. Die iets te maken hadden met de investeringen die zij aan het doen waren op het gebied van schone energie. En als op het moment dat een heel groot bedrijf heel veel geld gaat stoppen in de vorm van een liefdadigheid, moet je altijd even kijken wat er dan gebeurt. En als er dan, dan is het, ja, dan riekt het een beetje naar, naar de beïnvloeding van een conclusie. Ja, ja. Ja, want greenwashing is, ja, dat hoor je heel veel. Maar als ik dan zeg maar kijk naar gewoon die hele klimaat. Doelen, hè? Zoals Parijs heeft gesteld. Hè? Met een CO2, stikstof is een probleem. Daar moeten we iets aan gaan doen. Aan die verhoudingen in de lucht, de gassen in de lucht. En dat gaan we doen door middel van belastingen. En dan ziet wat de afgelopen 15 jaar is gedaan, waarbij er dus inderdaad constant eigenlijk een soort van misbruik wordt gemaakt. Het hele idee, zoals ik het begreep, is we gaan de werking van de markt, we gaan mensen hun drang om zelf vooruit te lopen, om geld te verdienen, gaan we inzetten om het klimaat te veranderen. Dus dan gaan ze de burger eigenlijk de schuld al geven van iets wat en ook de oplossing bij neer. Nou ja, zo ze ondernemers stimuleren of mensen, kapitalisten stimuleren om te investeren in allerlei dingen die hun dan achten als groen. Ja, maar ook bijvoorbeeld jouw energierekening omhoog. Ja, zeker. Ja. Hoe kan dat nou zijn dat de burger daarvoor moet opdraaien? Het is, ik heb het eens opgezocht. Je hebt Ogilvy & Mather, ken je dat? Het is een marketingkantoor, een heel groot marketingconcern van Engeland, Amerika. Ja. En die hebben dus in 2015 in samenwerking met BP, hebben ze een manier gevonden om dus de verantwoordelijkheid van dergelijke klimaat of uitstoot of whatever te verschuiven van het bedrijf, de industrie, naar de consument. En dat hebben ze gedaan door middel van de carbon footprint. Die hebben ze daar geïntroduceerd. Dat is een marketing idee. Verzonnen tussen een marketingbedrijf en een olieconcern. En nu wordt dus inderdaad die carbon footprint en die carbon tax wordt gebruikt door klimaatstrijders om dat dan zeg maar als de oplossing te presenteren. Terwijl ik denk van, ik weet niet, volgens mij kwam BP in een marketingkantoor daarmee. Volgens mij is het niet the way to go om vervolgens ons als mensheid te helpen uit alle in de fik steken van materialen wat we de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik denk dat ook, je moet ook de vervuiler die moet betalen, die moet het oplossen. Maar dat is ook een heel dingetje. Hè? Je ziet ook, er is al wetgeving die eigenlijk gewoon prima in staat is om dit allemaal te handhaven. Alleen het probleem is, er wordt niet gehandhaafd. Er worden geen mensen gezet om dit dus naar bedrijven toe te gaan vanuit de overheid om te zeggen, hey, tot hier en niet verder. We hebben deze regels, daar moet je gewoon aan houden. We hebben ook een prachtige regel in Nederland, dat op het moment dat er een oplossing is om besparing mogelijk te maken, en dat kun je binnen 5 jaar terugbetalen, terugverdienen door de investering te doen, dan ben je verplicht als bedrijf, groot bedrijf, om die investering te maken. Wordt gewoon niet op gehandhaafd. Ja. En dan krijg je een enorme verspillingen. En je hebt dus ook dat het dus mogelijk is dat je dus als privaat bedrijf, zeker als grote multinationals als Shell, dat je dus beïnvloeding kan hebben op wetenschappelijk onderzoek. En dan wordt het dus een marketing tool. En dan ga ik me, dan begrijp ik dus heel erg goed waarom een heleboel mensen dus gaan twijfelen aan de wetenschap. Begrijp ik echt heel goed. En denk ze, goh, wat zou er allemaal nog meer niet kloppen? Ik begrijp dat heel goed. Ik kan niet altijd elke conclusie delen die daaruit voortkomt. Maar ik begrijp de twijfel heel goed. En die moet inderdaad uitgesproken worden. Ja. En die moet veel meer uitgesproken worden. Want het wordt gewoon niet serieus genomen. Ook niet op Links Nederland. En ook de mogelijkheid dat de opwarming van de aarde momenteel misschien met andere factoren heeft te maken. Dat zeg maar wordt gezien als het grootste kwaad, dat gedachtegoed. Dan ben je een klimaatontkenner, dan ben je niet goed, dan geef je niet om de kinderen en zo. Dat stoort mij ook altijd wel een beetje. Want als ik me ga verdiepen in klimaat, hoe klimaat zich beweegt door de tijd heen. Dat je kijkt naar verschillende ijstijden van 1000, maar ook 100 jaar geleden. Verschillende
periodes waar we doorheen zijn gegaan, die dan vervolgens synchroon lopen met bijna een soort van astrologische fenomenen. Denk aan bepaalde standen ten opzichte van de zon. Denk aan bepaalde equinoxes die gedraaid zijn. Maar ook de werking van de binnenkant van de aarde. Dus onze kern die creëert een magnetisch veld om ons heen die zonnestralen wel of niet goed of beter tegenhoudt. Dat zijn ook hele grote factoren voor het klimaat. Dat soort aspecten worden nergens in meer bereikt. Iedereen die zit alleen maar te kijken naar de gassen in onze lucht en dan zeggen ze dat hebben wij gedaan en nu moeten we de gassen uit de lucht doen en dan is de opwarming van de aarde weg. Ik vind dat ook zo banaal eigenlijk. Ik denk, volgens mij mist hier een heel groot aspect van wat ook invloed heeft op het klimaat, waar geen rekening mee wordt gehouden. Zoals bijvoorbeeld bepaalde cycluses. Ja, zoals ik al zei, op het moment dat de wetenschap vervuild wordt en niet meer schoon is, dan is dat dus net zo betrouwbaar als alle andere ideeën die mogelijk zouden kunnen zijn als verklaring waarom de aarde opwarmt die je niet kan aantonen nog. Ja, want de aarde warmt wel op, toch? Denk ik? Dat is wel statistisch wel zeker zichtbaar. Alleen waardoor dat komt, hangt een beetje van de wetenschapper af die je vraagt. Maar dat hangt ook een beetje vanaf waar je dat zoekt. Weet je wat het een beetje is? Als je nu bedenkt, in de afgelopen 150 jaar hebben we een gigantisch grote hoeveelheid opgeslagen olie die in de aarde zit, die in de afgelopen honderden miljoenen jaren daar zijn in opgeslagen. Dan moet je voorstellen dat er dus honderden miljoenen jaren dieren en planten dood zijn gegaan, zijn gaan rotten en daar de laag voor laag opgebouwd aan koolstof in die grond opgeslagen zit in de vorm van vloeistof, olie in dit geval, of gas. En dat zijn gigantische hoeveelheden die opgeslagen zijn over honderden miljoenen jaren. En die hebben wij even in 150 jaar even de lucht ingepompt. Ja, het doet wel iets. Maar alleen, het is voornamelijk zonde. Het is zonde van al dat spul wat zeg maar zoveel ook tijd heeft gegeven. En dan maar gewoon overal tegenaan gooien. Ja. En het probleem wat je ook nu hebt is dat wij kunnen dan in het Westen kunnen we nou net zo goed bezig zijn. Maar als je eventjes wat verder over de grens kijkt, daar is het bijvoorbeeld in Kazachstan, daar is China bezig geweest met het boren naar methaangas. En die zijn gaan boren. Die kwamen erachter dat het toch allemaal niet helemaal ging. En hebben dat gewoon lekker open laten staan. Dus er komen nu gigantische hoeveelheden methaan. Komt er gewoon de lucht in. En methaan is bijna net zo erg als CO2. Komt de lucht in. Dus dat gaat nog erger toch? Zeg je dat hangt een beetje vanaf welk gedeelte je waardeert. Nee. De klimaatwetenschappers die zeg maar op dit moment waarop een heleboel beleid wordt gebaseerd, om het zo maar even te zeggen, die beschouwen CO2 even schadelijker dan methaan. Maar het is echt wel heel erg schadelijk. En het probleem wat je dus nu ook krijgt, is dat dat gaat niet gedicht worden. Want dat is namelijk, dat is gewoon een soort van koloniaal bezit van de Chinezen. En dat krijg je ook niet meer dicht. En zelfs als we nu met z'n allen zouden gaan stoppen met onze uitstoot en alleen China gaat door, dan zijn we ook fucked. Dus we zijn nu echt bezig met damage control, dat is wel zo. En dat, los van het feit dat er een heleboel andere factoren mee zouden kunnen spelen bij het opwarmen van de aarde, wat ik zeker niet uitsluit als mogelijkheid, maar nog lastig vind om dat aan te tonen, is dit het enige waar we controle over hebben. Ik heb wel één opmerking over de wetenschappers die, dan vooral de wiskundigen die de berekeningen doen met de opwarmen van de aarde. Mm. Ik heb gehoord van, ik volg dan mijn eigen klimaatwetenschapper, waar ik me goed bij voel. Is Diamond van de Oppenheimer Project. Die zit daar bovenop. En die had iemand te gast en die legde mooi uit hoe zeg maar die rekenmodellen worden gedaan. En hoe dus de opwarming van de oppervlakte van de aarde wordt berekend, dat wordt gedaan aan de hand van modellen die vanuitgaan in de berekening dat de oppervlakte vlak is. Hè? En dan doen ze dat per stuk berekenen. Dus eigenlijk mogen we klimaatwetenschappers die berekeningen hanteren officieel flat earthers noemen. Die vind ik wel heel leuk. Ik moet er wel om lachen. Ik vind hem wel grappig. En hij gaf dus uiteindelijk van, je hoort dat te berekenen met een bolling en dan kom je dus op hele andere getallen uit. Maar dat is dus ook een van die manieren waar modellen worden gebruikt
niet per se de hele realiteit weergeven. En dat gaat dan over het heilige model, wat dus de opwarming van de aarde simuleert. En ik zat dus na te denken over dus inderdaad dat broeikaseffect, wat wij verteld krijgen al sinds onze 10e. Zo. Dan komt een straaltje binnen en die ketst dan op de aarde en die wil dan weer naar buiten toe. Maar die blijft dan hangen door die dikke lucht van meuk en die wordt weer teruggekaatst. En ja, leuk verhaal, weet je wel. Prompt komen ze dus de komende maanden, komen allemaal verhalen naar buiten van geoengineering. Dat ze dus inderdaad, misschien was op Nieuwsuur en NOS, dat ze dus willen gaan experimenteren met deeltjes in de lucht om de zon buiten te houden en daardoor de aarde af te koelen. Maar ik denk van dat is toch hetzelfde principe. Dan ben je toch ook een deken aan het creëren, waarbij inderdaad warmte naar binnen gaat en dan niet meer eruit kan. Weet je, hoe langer die klimaatdiscussie doorgaat, hoe meer tegenstrijdigheden er komen, heb ik het idee, zeg maar. Ja, ik heb gehoord van de geoengineering, toch? Ja, dat was, nou, ik weet van de Chinese overheid die bijvoorbeeld... die doen tijdens de Olympische Spelen met vliegtuigen een dag van tevoren. Of van de nee, maar dit ging over Nederland, hè? Dit ging dit ging volgens mij over die spiegeltjes of zo. Waren dus in Nederland werd gesproken onder experts over misschien het uitrollen van bepaalde geo... Het wordt al gedaan trouwens, hè? Je hebt een hele map ervan. Je hebt al installaties die CO2 uit de lucht halen. Je hebt in Europa al sowieso waar ze aan het spreken zijn. Zijn hele goede dingen om CO2 uit de lucht te halen. Dat heet de bomen. Ja. Een hele installatie maken van allemaal materialen die nodig zijn. Ja. Gewoon een boom planten. Ja, nee, maar daarom. Ik krijg dus het idee dat dus, je hebt dus, op een gegeven moment is met die hele klimaatdingen is dan die stekker opgeplakt van oké, kapitalisme gaat het oplossen. Daar is het helemaal fout gegaan. En of in ieder geval de vrije markt gaat oplossen. En ik heb niks tegen de vrije markt. Als het een vrije markt was die het ging oplossen, dan... Maar er is winstgevers in te doen. Als wij onze omgeving willen verbeteren, dan moet je daar extra in gaan investeren. Dan gaat het duurder zijn dan want onze hele maatschappij, hoe we dat hebben opgebouwd, is gebaseerd op olie. Ja, en gas en schuld. Maar ja, dus die klimaatdingen, dat is... Jullie zeggen van oké, we gaan dus gewoon daar eerlijk over praten. Om te beginnen moet je inderdaad weg. Het geld, je moet eerst voor gaan zorgen dat de financiële prikkel uit bepaalde dingen gehaald wordt. Ja. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in de zorg. En er zijn nog een paar andere dingen waarvan we ook denken dat het misschien niet zo'n goed idee is om dat een winstobject te maken, zoals bijvoorbeeld de OV. Dat vinden we eigenlijk dat het gewoon gratis moet zijn. Dan los je zoveel problemen mee op. Dan gaat iedereen met de trein, laat iedereen ook de auto liggen. En er zijn ook een heleboel daken die gewoon leeg zijn. Die kun je gewoon vullen. En we moeten ook gewoon kijken naar andere manieren van energie opwekken dan alleen maar windmolens. Dat klopt inderdaad. Er zijn ook andere dingen die hartstikke goed werken. Maar wat er staat, dat staat er. Dus dan moeten we ook gewoon maar gebruiken wat er staat. Datzelfde idee hebben we dus ook over kernenergie zoals dat op dit moment gaat. Ik ben heel benieuwd trouwens hoe dat gaat op het moment dat het thorium mogelijk is. Ja. Daar zou ik heel blij mee zijn. Ik kan niet wachten tot dat mogelijk is. Want China en India zijn ze al bezig met thorium, hè? Ja, maar dat loopt nog niet. Nee? Nee, het is nog steeds een experimentele fase. Maar je hebt in Pattaya wel een thoriumreactor alleen voor medische doeleinden. Dus het is niet alsof we in Nederland geheel onbekend zijn met thorium. Nee, maar het is dus nog niet mogelijk blijkbaar om het op grote schaal te maken nog. Ik heb nog geen voorbeelden gezien waarvan dat nog mogelijk. Ik heb nog geen business case gezien die succesvol zijn. Maar als die er zijn, ik zie ze graag. Ja. Ja. Als het er is, dan is dat natuurlijk het eerste waar we natuurlijk naar gaan kijken. Ik denk dat we hier wel en je ziet nu de hele tijd een discussie in de maatschappij. Je hebt nu ook Bob van Left Laser. Oh ja, Bob. Die is zeg maar een mooie ambassadeur van het communisme hier in Nederland. Ja. En ik ben zelf ook, textbook zwevende kiezer, zeg maar. Ik ben loyaal aan niemand, bij wijze van spreken. Dat klinkt heel gezond. SP, daar begon ik mee. En was ook student en zo. Dus ik had ook wel zoiets van... Ja, hey, staat, los eens wat dingen op. Inmiddels, maat van mij heeft me daar al jaren geleden voor gewaarschuwd. Hij zei, naarmate je ouder wordt, word je steeds rechtser. Waarschijnlijk, omdat je dan toch zoiets hebt van...
En volgens mij moeten we het allemaal zelf oplossen, in plaats van dat de staat het gaat oplossen. Want zover ik weet, mijn hele leven zie ik alleen maar falen bij de staat. En dan op het moment dat je het hardst nodig hebt, zoals met zo'n pandemie, dan naai je ze nog harder in de reet, weet je wel. Dus ik heb eigenlijk mijn hele vertrouwen verloren in dat de staat ook maar iets gaat oplossen ergens. Ik herken dat er een mechanisme moet zijn waar we ons alles onder moeten schalen. Ik wil best nog wel voor dingen direct, als dat nodig is, belasting betalen. Maar dat wat we hier hebben gedaan nu in Nederland, waarbij dus de staat zeg maar eigenlijk heel veel dingen van jou pakt en zegt, wij gaan beslissen hoe wij dat gaan faciliteren voor jou. Ik begin daar heel erg hard van af te kicken. Ik kan me dat heel erg voorstellen. Als ik zo naar de afgelopen 15 jaar en eigenlijk ook daarvoor met Balken en er is zo verschrikkelijk veel afbraak geweest van dingen die eigenlijk hartstikke goed werkten. Bijvoorbeeld het zorgsysteem dat we voorheen hadden, dat werkte uitstekend. We hadden een puntensysteem voor de huursector, waardoor mensen gewoon betaalbaar konden wonen. OV was nog van de staat, dat was goedkoop. Ja, ik wil niet zeggen dat we terug naar toen moesten, maar er zijn wel een heleboel dingen die gewoon veel beter werken als je daar geen marktwerking op loslaat. Ja. En er is gewoon heel veel stuk gegaan om dat hele end weer terug te gaan. Dat is nog wel, dat is noodzakelijk, willen we dit probleem gaan oplossen. En jij noemde net nog iets heel belangrijks. Communisme? Nee. Ja, geen vertrouwen in de... Markt, dat als de overheid alles regelt, dat je daarvan afhankelijk van zijn. Ik denk dat je daarin heel goed dingen hebt. Want dat zie je dus ook bijvoorbeeld met die toeslagenaffaire. Dat mensen dus eigenlijk bang zijn nu om een toeslag te gaan vragen. Om een verkeerd vinkje ergens neer te zetten. Nou, dat is gewoon echt niet de bedoeling. Het kan echt niet zo zijn. Als jij bezakken as bent en je eigenlijk gewoon... Je moet je voorstellen dat jij gewoon altijd ondernemer bent geweest in de bouw. Je kan ook niks anders dan bijvoorbeeld, tegelzetten of timmeren. En opeens kun jij niet meer lopen. Om wat voor reden ook. Ongeluk. De verzekeringen tegenwoordig hebben zichzelf ook zo afgedekt. Dat je precies niet verzekerd bent voor dat wat eigenlijk echt belangrijk is. Het is echt ongelooflijk. Tussen je handen niet, zeg maar. Als zelfs de ANWB heeft daar een voorbeeld van. Nou goed, anyways. Maar dat je dan afhankelijk bent eigenlijk van een uitkering. En dat je dan gezien wordt als crimineel op het moment dat je probeert te overleven. Je krijgt wat extra geld van je ouders. Of je krijgt een zak boodschappen van je buren. En op het moment dat er dan een fanatieke belastingadviseur dat ziet of wordt doorgegeven, dan ben je de sjaak. Ja. Dat is gewoon echt, ik begrijp niet hoe dat nou mogelijk is. Echt niet. En daarom ben ik wel heel erg voorstander van het, niet dat dingen, dat je afhankelijk bent van de staat, maar wel dat dingen gefaciliteerd worden door de staat. Ik ben wel dus bijvoorbeeld, wij vinden het een goed idee om, er is dus namelijk een vorm van uitkering waar niemand ooit last van heeft gehad. En dat heet dus de AOW. AOW werkt fantastisch. Niemand heeft er last van. Het is onvoorwaardelijk. Het is eigenlijk een soort van basisinkomen. Die krijg je vanaf een bepaalde leeftijd. En vanaf dat moment niemand die kraait. Je krijgt gewoon dat geld. En niemand... Het enige wat ze nog wel op dit moment doen met de AOW is dat je dan, als je samen woont met iemand, dat je dan daarop gekort wordt. Nou, dat moet er sowieso af. Geldt trouwens ook voor de bijstand. Tot op het moment dat je samen woont met iemand met een uitkering of met een inkomen, word je daarop gekort. Ja. Moeten we gewoon niet doen. Dat helpt niemand die samen woont. Boete, want daar zorgt er namelijk voor dat je afhankelijk wordt weer van elkaar en je niet op je eigen pootjes terecht kan komen. Je kan jezelf niet gaan ontwikkelen, je kan jezelf niet dingen gaan sparen zodat je op jezelf dingen kan gaan doen. Dat je kan niet dat ene ondernemingje gaan starten. Dus wat we willen eigenlijk gaan doen, dat is ons idee, om eigenlijk al die uitkeringen en vormen van ondersteuning van de overheid meer en meer te gaan laten lijken op de AOB en de AOW. En dat doe je dus door het controlesysteem af te gaan bouwen. En als wij het voor het zeggen zouden hebben voor de komende 4 jaar, dan zouden we dus eigenlijk alle controlesystemen gaan afbouwen in 4 jaar tijd. En bedragen gaan laten lijken op dat van de AOW. Zodat je dan na 4 jaar eigenlijk iedereen die in de bijstand zit en die dan een uitkering heeft of een wajong of een andere vorm van uitkering, dat die eigenlijk een soort onvoorwaardelijk
AOW krijgen. En dan kun je daarna nog vier, acht jaar bezig zijn om in fases dat onvoorwaardelijk aan iedereen te gaan geven. Dus eigenlijk in feite de AOW-leeftijd te gaan verlagen naar 21 of 18. Ja, dat klinkt heel interessant. En we hadden ook een ander woord voor. In plaats van de AOW staat voor de Algemene Ouderenwet. Eigenlijk de Algemene Mensenwet zouden we ervan maken. En dat moet een onvoorwaardelijk zijn. Er moet geen controlesysteem zitten. Want je kan dan nog opzeggen dat als jij gemarkeerd wordt als terrorist dat, of anti-institutioneel, dat je dan in één keer gekort wordt of dat soort zaken. Ik bedoel, het gebeurde nu al tijdens de pandemie dat de overheid zich ging bemoeien met de blauwe tijger. Ik heb daar wel eens van gehoord. Ik weet niet precies wat het is. Ja, het is van Tom Switzer. Dat is een boekenuitgeverij in Groningen. Oh, ja. En die houden er een YouTube-podcast op na. Stevig, gaat er lekker op daar. Wordt van alles gezegd. Niet allemaal waar. Maar ja, blijft internet, hè. En hij heeft door de NCTV een rapport aan zijn broek gekregen, waarin hij werd gemarkeerd als terroristische organisatie. Geen idee waarom, alleen omdat hij bepaalde uitingen deed op YouTube. En daardoor is zijn rekeningen zijn geblokkeerd. Hè? Kon hij dus inderdaad niet meer daarbij. Dit soort mechanismes, waar er talloze voorbeelden van zijn, baren mij erg zorgen. Als, als ik een betaling zou krijgen van de overheid, ja, dan ga ik toch conformeren aan wat de overheid van me verwacht. En die overheid die kan best wel, en dat heb ik gezien de afgelopen 3 jaar, uit de hoek schieten wat betreft gedrag. Hè? Dat niet zeg maar heel ethisch meer is. We moeten dan voldoen aan bepaalde zaken. Dat is wat mij heel erg zorgen baart. Zeg maar. De overheid heeft gewoon niet echt laten zien dat ze verantwoordelijk om kunnen gaan met macht. De afgelopen, ja. De partijen die aan de macht zijn geweest hebben dat inderdaad hebben het vertrouwen in de rechtsstaat enorm doen afnemen. Zo erg zelfs dat opeens zoiets als een autoritair regime aantrekkelijk wordt. En dat vind ik echt heel verdrietig. Dat hebben wij met z'n allen gedaan. Maar wordt een autoritair regime aantrekkelijk? Dan wordt opeens een alternatief. En vaak wordt er dan gekeken naar Poetin als een door mensen die het echt heel erg slecht hebben in hun leven. En die denken, goh, ik word helemaal kapot gemaakt door de overheid. Nou, dan vind ik Poetin misschien wel een interessante gast. Dat vind ik heel verdrietig. Ja, dat mensen naar Rusland kijken als zeg maar een toevluchtsoord. Ja, dat vind ik heel verdrietig, ja. Ja, ja. Nou, ik ben dat, man. Ik zit heel erg in die contraire van gesprekken, maar toch wel met enige ontzag. Ja, wordt gekeken naar wat Poetin aan het doen is, omdat ze zo'n hekel hebben aan wat hier intern allemaal verrot is, dat ze zeg maar liefde hebben voor de persoon die zich daartegen uitspreekt. Al is dat natuurlijk dubbel, want ik zag ook al een tijd geleden dat ik dacht, ja, er heel veel dingen die wij hier krijgen aan informatie, die komt juist uit de kokers van het Kremlin, waarbij je heel voorzichtig moet zijn met of dat wel of niet de waarheid is. De slechtst gebombardeerde, de ergst gebombardeerde plekken in Oekraïne zien dus vaak beter uit dan de mooiste steden in Rusland. Het is nou even een vergelijking te geven. Het is misschien een beetje te gesorgeerd. Moskou is toch een mooie stad? Ja, Moskou is voor de rijke mensen. Ik ben nog nooit in heel Rusland geweest. Ik zou echt niet weten. Nou, ik ken wat Russische mensen. Ik heb ook een Russische vriendin. En die heeft ook vrij weinig goeds erover te zeggen. Hè? Die praat ook veel met haar ouders nog. En dan hoort ze die ouders echt alleen maar Rusland-propaganda spuien. Maar ja, je moet natuurlijk ook niet ontkennen dat wij hier ook aan Europa-propaganda worden blootgesteld. Dus dat moet ook wel een beetje tegen elkaar afwegen, zeg maar. Tijdens een oorlog, het eerste wat er verdwijnt tijdens een oorlog is de waarheid. Maar het is ook al langer gaande. Hè? Je ziet al langer, net zoals zeg maar Europa niks goeds kan doen in de ogen van de Russische media, kan Rusland ook niks goed doen in de ogen van de Europese media. Ze zijn gewoon aan het vechten. Ja. Dus alles wordt gebruikt en alles wat goed is, dat wordt ook negatief gedraaid en gebruikt. Maar ja, daar baseren wij wel. Als een plaats hier wel onze realiteit op. Ja, klopt. Het is ook heel lastig inderdaad. Ja. Maar ik zou niet onder het juk van de Russen willen zijn. Ja. Ik denk wel dat er plekken zijn in Rusland waar je gewoon echt veel vrijer kan zijn dan hier in Europa ooit. Het is een moeilijk groot land, hè? Het is ook een heel lastig begaanbaar land. Je zal wel vrij zijn, maar algehele vrijheid betekent ook algehele verantwoordelijkheid. Hè? Dus dat betekent dan ook je stroom, je water, je zorg, ziekte, je gezondheidszorg overal krijgen. Als wij dat hier in Nederland willen, je mag het niet eens doen.
Nee, maar dat komt omdat we zo dicht op elkaar leven. Ja. Het is ook inderdaad niet de schuld van de overheid. Je bent hier ook heel erg afhankelijk van elkaar om te kunnen overleven. En we hebben alles helemaal gespecialiseerd. Dat kan dus ook omdat je zo dicht op elkaar leeft. En dan kan je dus ook iets moois hebben zoals een telefoon en een computer en een wasmachine. Maar er zijn gewoon mensen die zijn voor het Russische leger gaan vechten. Was dat echt dat hun wasmachines kregen? Ja. Ik heb vrienden in Kiev en die kwamen na een inval van... Die kwamen naar zo'n roofpartij van de Russen. Die zeiden, ik ben gewoon mijn wc-pot kwijt. En ik ben mijn schoenen kwijt. Ja, dat is wel next level. En dat hebben ze dan meegenomen. En de laptop, die hebben ze dan meegenomen. Ja. 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 Nee, ik zit aan de andere kant, zit ik ook wel eens... Het is ook wel aan de ene kant... het zijn super twee uitersten. Dus we hebben hier die high pressure society. Hoop prikkels, hoop gaande. Je kan heel veel bereiken, maar daar moet je ook een hoop voor doen. In ieder geval als gemiddelde persoon. En dan heb je dat in Rusland, heet dat no pressure society, gigantisch land, zoveel ruimte dat je in je eentje verdwaald raakt op je eigen terrein als het moet. Geen verdere samenhang. Het ene land dit is half Japans, de andere kant van het land is Fins. Dus het slaat me nergens op hoe uiteenlopend is. Om dat zeg maar tegen elkaar te leggen van hoe dat dan zou moeten gaan, hoe het leven zou moeten zijn, is natuurlijk ook echt bizar zijn. Ik zit wel eens in die filmpjes te kijken en dan zie je dan... het gaat dan niet over Rusland, het gaat over Azerbeidzjan of over Turkmenistan, wat natuurlijk ook iets over te zeggen valt, zeg maar. Mensen in de natuur leven. Ik bedoel niet met een lendenlap door de oerwoud heen, maar gewoon een blokhut hebben en eigen dieren en dan met een klein beekje dat ze ergens hebben omgeleid en een rat maken en dan gewoon een hele shish kebab staan te maken voor het hele dorp. En denk ik van, wat is er mis met dat leven? Er is helemaal niks mis met dat leven. Dat is prachtig. Dat moet je koesteren. Dat is ook zo. Alleen dat kan zonder Poetin. Zeker. Laten we het daarover eens zijn. Ja, ja. Okay. Nee, maar denk je als je Poetin weghaalt dat er iets beters terugkomt? Helemaal. Denk je als Amerika ervoor zorgt dat Poetin wegkomt, denk je dan dat er iets beters voor terugkomt? Nee, dat moeten de Russen zelf doen. Ze moeten zelf willen dat ze niet... door een dictator, ja, ik noem het een dictator, dat die dus alles gaat bepalen. En dat je dus niks zelf mag denken en niks zelf mag zeggen. En dat je niet het vermogen mag hebben om het beter te maken voor je landgenoten door hoger op te klimmen in de politiek of in het bedrijfsleven. Tenzij je exact doet wat er gezegd wordt. En ik denk dat je dat beter voor elkaar krijgt hier in Europa. En dat veiliger doet zonder dat je kop eraf gaat. En dat je dat doet dan dat gebeurt in Rusland of in China of in Iran. Nee, hier word je gewoon voor gek uitgemaakt en aan de medicatie gezet. Ik zit af en toe wel eens te kijken naar de kwaliteit van onze democratie. En dan denk ik van, het zit niet heel ver af van een dictatuur. Hè? Het beetje democratie wat we krijgen, dat wij dus op volksvertegenwoordigers mogen stemmen die eigenlijk vrij weinig meer te melden hebben. Denk ik van, is dat zoveel democratie? Op dit moment, zoals ik het er nu uit vind zien, begin ik me zorgen te maken. Inderdaad, hoeveel macht en invloed de lobby krijgt op beslissingen die er inderdaad in de politiek gebeurt, daar maak ik me inderdaad zorgen om. Als ik dan zie dat eigenlijk de meeste wetten of de details van de wetten eigenlijk geschreven worden door lobbyisten. Die dan een voorstel maken en zeggen, joh, je kan het zo doen. Kamerleden hebben het eigenlijk niet de tijd om dat zelf goed te kunnen doen. Vertrouwen erop zijn vaak mensen die er dichtbij zijn geweest. Ook tijdens de campagne en in de tijd dat ze ondersteuning hebben gekregen van die mensen. Op bepaalde dossiers en bepaalde portefeuilles. Ja, die vermenging, dat is inderdaad zorgelijk. En daarom is het... Maar wij moeten met z'n allen heel erg goed gaan begrijpen dat op het moment dat het kapitaal zich te veel gaat bemoeien... met wat de burgers gaan beslissen over hun eigen land, dat het dan
fout gaat. En dan gaat het, wordt het op een gegeven moment wordt het onbetrouwbaar. Dan krijg je inderdaad dat wetenschap niet meer echt wetenschap wordt, maar een marketing tool. En dan is het inderdaad een rare situatie dat iemand die dan een andere mening heeft, opeens op een zoeklijst gezet wordt door de inlichtingendienst. Dat is inderdaad zorgelijk. Dat kan niet zo zijn dat als jij een ander idee hebt over wat goed is voor Nederland, los van het feit of dat inderdaad beter is of niet, dat je dan daarom automatisch in de gaten gehouden moet gaan worden en gezien moet zijn als een gevaarlijk persoon. Ja. We zijn hier in het, ik dacht, we leven hier al in een vrije samenleving waarbij je mag denken en zeggen wat je wil, hoe gek en vreemd het ook mag zijn. Er zijn mensen en die gaan naar een gebouw toe en dan komen ze met z'n allen bij elkaar en die gaan dan, bidden naar iemand die ze nog nooit gezien hebben. En ze hebben allemaal verschillende soorten versies daarvan en maken er ruzie over. Dat mag ook. Dus je mag ook allemaal verschillende versies hebben over wat jij denkt dat het beste is voor Nederland. Excuses hoor. Ik heb even last van een piepje. Zo. Nou. Maximale technologische sabotage. Een piepje. Ja. Heb je een pauze gezet aan dat video? En wat? Nee, gaat gewoon door. Nee, hij gaat gewoon door. Alles wordt gewoon opgenomen. Zo, nee, komt goed. Ja. De democratie. Nu dat dus inderdaad zo zegt, hè? Dus alles op een rijtje. Democratie is beter eraan toe geweest. Het is het minst slechtste wat we hebben. Ik zeg ja, niet maar dat het goed dat is het inderdaad. En we moeten eraan schaven, we moeten erachter komen wat beter is. Daarom vinden we ook dat een lobbyregister heel erg belangrijk is. Maar moeten wij dan zeg maar niet als land, als continent, als westerse beschaving eerst sleutelen aan onze eigen systemen, waarden en normen, voordat wij gaan beslissen over andere systemen, waarden en normen. Ook al als mensen een dictatuur erop nahouden, want je kan klaar, weet je wat het is? Het is heel hypocriet hè, van het Westen om allemaal zo te sneren tegen Rusland. Poetin, dit en dat. Ik ben het helemaal niet eens. Want ondertussen doen we wel gewoon handel met China. Is ook niet echt prachtig. Ja. Doen we wel handels met de Arabische Emiraten. Is ook niet echt prachtig. Dus ik heb zoiets van, laat die mensen met rust en hun systeem. Dat is inderdaad Rusland zijn verantwoording. Als het volle klaar is met de regering, kunnen ze gewoon opstaan. Ze ook niet, zeg maar. Net zoals wij dat ook niet doen. Ik ben het helemaal met je eens. Alleen dan moet het niet zo zijn dat ze expansiedrift moeten hebben. En op het moment dat Krim wordt ingenomen en Oekraïne wordt binnengevallen en bijvoorbeeld Hongkong wordt overgenomen en Taiwan wordt omsingeld, dan hebben we gewoon een probleem. Maar waarom moeten ze niet expansiedrift hebben dan? Want China heeft ook expansiedrift, hè? Die heeft ook inderdaad Hongkong, wat je zegt. Ja, maar Oekraïne is gewoon een soeverein land. Die mag zelf bepalen met wie ze samenwerken. Daar heeft Rusland niks over te zeggen. Maar ik begrijp Poetin wel natuurlijk. Want het is een bepaalde strategische. Er werden ook niet echt zeg maar, Russische belangen gehonoreerd zeg maar, door het Westen. Door de tijd heen. Hoe bedoel je de Russische belangen van de mensen? Rusland die zegt van ik wil graag een buffer hebben tussen jullie gigantische macht en mijn gigantische macht. En dat was ergens een keer afgesproken na de Tweede Wereldoorlog volgens mij. En dat verzoek is nooit gehonoreerd. En niet zeg maar openbaar. Zo van nee, we gaan dat niet honoreren. Ja, maar gewoon een beetje sneaky zo de hele tijd meer pakken. Ja, maar weet je wat het is? Als jij heb jij wel eens een vriendinnetje gehad of een vriendje of wat dan ook. En dan gaat het uit. Dan ga je toch ook niet tegen je vrienden zeggen van ik wil niet dat je met haar omgaat hoor, de rest van je leven, want daar kan ik niet zo goed tegen. Nee, maar dat is toch hetzelfde. Dan ga je eigenlijk tegen iemand anders zeggen dat je dat zij niet met andere mensen om mogen gaan, dat jij dan daarmee mag bepalen. Maar, omdat ze onderdeel zijn geweest ooit van de Sovjet-Unie, betekent niet meteen dat ze niet onderdeel mogen zijn. Zijn een soeverein land. Wat is het verschil tussen Amerika, die dan ook landen binnenvalt, annexeert, een eigen regime daar neerzet voor eigen belang? Afghanistan, Irak, Syrië, Libanon, de lijst gaat maar door. Dus dat gaat door tot aan de Tweede Wereldoorlog, helemaal via Zuid-Amerika, Azië, terug naar Europa. Ook Nederland trouwens, hebben ze ook CIA-interventie gehad.
wat is dan het verschil daarvan? En dan inderdaad Rusland die dan een buurland annexeert om naar eigen zeggen hun los te koppelen van Oekraïne. Hè? Dus dat, ja, dat dan... Los van het feit dat ik het niet goed vind wat de Amerikanen hebben gedaan. Dat is, ik heb daar best wel mijn kritische punten over. We kunnen met z'n allen echt wel stellen dat die inval in Irak niet... niet helemaal gebaseerd was op feitjes, om het zo maar even te zeggen. Het is wel heel anders dan als je eist van dat land dat ze jouw paspoort moeten gaan dragen. En dat is dus wel, dat is wel het verschil tussen Oekraïne en wat er bijvoorbeeld gebeurt. Het was alleen de Donbass en de Luhansk-regio. Hè? De rest van Oekraïne hoefde Rusland verder niet te hebben. Ja, maar dan heb je toch wel gewoon, heb je wel gewoon annexatie gedaan, toch? Van die regio's los van Oekraïne. En dat is naar eigen zeggen dan, omdat het volk daarom en vroeg. Wat jij omschreef trouwens, wat er in Afrika is gebeurd, dan noem je een paar landen. Dat hebben de Chinezen, maar ook de Russen ook gedaan hoor in Afrika. Alleen dat hebben ze op een andere manier gedaan. Dat is ook gewoon met huurlingen, met het Wagnerleger. Dus hartstikke actief geweest in Afrika om daar ook hun dependances neer te zetten voor grondstoffen om die te kunnen mijnen. En de Chinezen zijn hartstikke hard bezig geweest om daar ook hun havens neer te zetten. En dat die omstandigheden zijn echt niet beter dan wat de Amerikanen of de Europeanen hebben aangeboden. En dat vind ik wel een heel terecht verwijt. We moeten wel gewoon eerlijke handel drijven met Afrikaanse landen. Je moet ze wel de mogelijkheid kunnen geven om te kunnen ontwikkelen. En wat je nu ziet is dat, en daar heb ik wel echt heel veel moeite mee, en dat zou ook het zou het niet alleen eerlijker maken, maar dan zou je ook gewoon een heleboel andere problemen ook gewoon oplossen waar wij last van krijgen. Bijvoorbeeld ook mensen die moeten vluchten uit een oorlogsgebied. Dat ga je daarmee ook tegen. Dat je niet een heel land monoproductie laat doen op één grondstof delven. Of alleen grondstof delven. En dus en daar iemand neerzetten die wel blij is met zijn plekje waar hij op dat moment zit. En het volk dom houdt. Maar ook democratie is ook een ontwikkelingsproces. Dat gaat niet de ene dag op de ander. Echt niet. Er zijn democratieën die opstaan en weer in elkaar vallen om wat voor reden dan ook. En dat heeft niet altijd iets te maken met beïnvloeding van een ander land. Soms wel. Maar het is ook gewoon een vallen en opstaan. Het is echt het is een heel moeilijk. Net als dat een kind opgroeit. Of als je in de puberteit heb je ook fases gehad. Vind je het goed ging en niet goed ging. En dan kom je opeens weer 20 en dan kom je weer iets tegen. Je bent jezelf denk, kut, moet ik nog even doorheen. En dan ga je weer even helemaal terug, lijkt het wel. Maar dat is in democratie ook zo. Dat is in een samenleving ook zo. Dat gaat niet in één keer. En nu gaan wij ook ervaren hoe het is om even terug te gaan. We gaan gewoon mijn generatie, of onze generatie en onze volgende generatie gaat het gewoon ervaren hoe het is. Ze gaan het slechter hebben dan hun ouders. Die hebben de mooie tijd meegemaakt, de groei. Dat gaan wij gaan dat niet meemaken. En zeker als je demografisch ook kijkt. We hebben gewoon veel meer mensen die ouder zijn dan mensen die jong zijn. Dus het werkende, de arbeidsklasse is ook veel kleiner. Hetzelfde probleem hebben de Chinezen ook. Een heel kleine arbeidsklasse nu. Dus die gaan een probleem krijgen van hoe ga je voor iedereen zorgen? Hoe ga je ervoor zorgen dat alles gedaan wordt? Heel Nederland heeft gewoon opa's en oma's te veel. Het is ook eigenlijk moet je het gewoon zien dat iedereen gewoon extra opa's en oma's heeft. Kunnen we met z'n allen, die hebben allemaal pensioen en zo, gaan we ze allemaal voorlezen voor wat zakgeld, weet je wel. Dus, iedereen heeft het krap bij kas. We hebben allemaal oudjes hier met de AOW. Laten we ze met z'n allen voorlezen. Laten we ze helpen op van Facebook te komen en zo. Nou ja, weet je, het is... Het is jammer dat heel veel ziek zijn. Ja, maar de meesten hebben wel dit land opgebouwd. En er staat gewoon heel veel. En dus anders is al wel zo efficiënt geworden. Dingen waar je vroeger 50 mensen voor nodig had, dat kun je nu in je eentje met een grote machine. Nou, van die efficiëntie en van die slimmigheid, dat gaat nog veel verder ontwikkelen. En daar mogen we best met z'n allen van profiteren. En dat mag in de vorm van een burgerdividend, of sommigen noemen dat een basisinkomen. Ja.
Ik vinden vind, wij dan. Ik vind zelf, nog even terug te komen op democratie. Ik kijk naar de hele situatie. Dan heb je allemaal grote spelers die allemaal democratie niet zo hoog hebben zitten. Nederland is altijd democratie, vrijheid, individuele verantwoordelijkheid vanuit onze geschiedenis. Zelfs hier zie je het aftakelen. Is natuurlijk ook niet raar binnen dat orgaan wat de EU heet. Maar ik begrijp dat ook. Het wordt ook niet meer geloofd. EU? Nee, nou... Of de democratie, ook, niet meer, nou, de proces. Het probleem is dat mensen geen resultaten zien. Ze denken dat ze voor iets stemmen. En dan krijgen ze iets anders. Bijvoorbeeld wat we net behandeld ook hebben over milieu en klimaat. Dan denk je van, oké, we gaan een probleem oplossen. Weet je, we gaan het beter maken. Dan zeg je een biomassa-centrale. Ja. En dat is gewoon een prachtig voorbeeld van hoe mensen denken van, ja, maar ik geloof het dus gewoon niet meer. En dan klopt waarschijnlijk alles niet meer. En als er dan ook nog eens zo'n crisis komt, zoals de coronacrisis, en er worden dan maatregelen genomen waarvan je denkt van, ik weet niet of sommige wel een goed idee zijn. Of dat eigenlijk wel mensenrechten schaadt. Dat daar ook een beetje willekeur in is. De ene mag het wel, de ander mag het niet. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je ook je privacy echt wordt geschonden. Dat jij moet laten zien of je wel gezond bent of niet. Of je ergens naar binnen mag met zo'n QR-code. En dat die persoonsgegevens allemaal worden opgeslagen ergens. En dat vervolgens binnen een paar weken gewoon allemaal op straat ligt. Ik kan niet geloven dat gebeurd is. Nog zo'n reden waarom chatcontrole dat tegen te houden zo verschrikkelijk belangrijk is. Alles wordt namelijk opgeslagen op een database, wat eigenlijk best wel makkelijk te hacken is. Het is gewoon een goudmijn voor elke pedofiel die een beetje handig is met een computer. Wat? Waarom? Nou, omdat daar namelijk wel alle foto's en video's worden opgeslagen die aangemerkt zijn van mogelijk kinderporno. Ben je gewoon je eigen pedo-server aan het volpompen? Eigenlijk ben je dat zelf aan het creëren. Kosten van de staat. Ja. 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 Maar ja, dus je hebt inderdaad... Wat is het remedie? In mijn optiek is meer democratie. Meer, radicaal meer democratie. Ja, echt veel meer democratie. Dat betekent dat we inderdaad ervoor moeten zorgen dat je veel meer inspraak gaat krijgen. En dat betekent ook, en ik denk ook de situatie zoals die nu is zo erg geworden dat mensen ook gewoon echt een duidelijke mening hebben over dingen. Maar er moet wel naar geluisterd worden. Maar er moet ook een mogelijkheid komen om daar naar te luisteren. Maar dat betekent ook dat we met z'n allen moeten gaan lezen en gaan begrijpen hoe democratie werkt. Hoe dat op dit moment werkt en hoe we het beter willen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat de straat waar jij in woont, dat die democratisch wordt, zodat ze krijgen wat ze nodig hebben van de wijk of van het district of van de gemeente waar ze bij zitten. En hoe zorgen we dat die lijn naar degene die over het geld gaat, dat korter is. Het moet democratisch, het moet zoveel democratische. Nou, we hebben een prachtige tool ook, Priority First, dat wordt ook veel gebruikt in IJsland. Je kan dat digitaal kun je dat doen, maar je kan dat ook in de vorm van face-to-face kun je dat doen. Waarvan je dus inderdaad wat topics of problemen op tafel legt. En met z'n allen. En daar dus over gaan praten. Van hoe willen we dit? Hoe is het nu? Zijn we er blij mee? Nee. Willen we dat het anders is? Ja. En wat is dan beter? En dat je dat daarover gaat praten. Van wat is dan de betere optie? Hoe zien we voor ons dat beter gaat worden? Wanneer is het beter? En vervolgens als je daar een beetje overeenstemming hebt. Van hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En dan kun je dus naar de gemeente toe gaan. En zeggen van joh, dit is het plan. En daar zou een gemeente zou dat faciliterend moeten zijn. En niet... niet dicterend. En dat is denk ik ook het waar je eigenlijk heen wil. Want de meeste mensen in de meeste wijken, de meeste straten, de meeste die weten wel wat ze willen. Weten wel wat goed voor hun zou zijn, voor hun wijk. Faciliteer dat dan. Dan ben je aan het vertellen tegen iedereen hoe het allemaal zou moeten. Ga je dus mensen helpen om dat te geven wat ze nodig hebben om hun leven beter te maken volgens hun. Ja. Dat bedoel je toch? Ja. Ja, okay. Ja gewoon lokaal. Ja. Maar dat het dus ook mogelijk wordt gemaakt. Hè? Dat als je inderdaad iemand helpt en zo, dat die daarvoor wordt bestraft. En ja. Of dat er allemaal belastingen overheen worden geheven of weet ik veel wat. Een lintje moeten krijgen. Ja.
Maar ook alternatieve woonvormen zijn ook heel belangrijk. Weet je, als iets als een ecodorp of je hebt van die plekken die dan vaak door krakers groepen. Waarom zou je dat niet gewoon kunnen faciliteren? Er zijn hartstikke veel panden leeg. En die zijn hartstikke veel mensen die op dit moment dakloos zijn of in een woonsituatie zitten waar ze liever niet in willen zitten. Dat kun je gewoon mogelijk maken. Alleen dat betekent wel dat je bestemmingsplan moet gaan versoepelen. Dat betekent dan ook dat je het oké moet vinden dat er bijvoorbeeld op een weiland dat daar ook op gewoond wordt. Als dat in de vorm van caravans is of iets bouwen tijdelijk. Ja, ja, want lokaal mist het natuurlijk ook genoeg aan democratie. Burgemeesters worden momenteel gekozen door de koning toegewezen. Het is een soort van kleine satellietmonarchieën zijn dat. Ja. En je ziet dus ook dat er gewoon door heel Nederland allerlei grote steden, kijk naar bijvoorbeeld Amsterdam, allerlei prestigeprojecten worden gedaan waar lokaal geen ene reet aan te behalen is om vervolgens zichzelf internationaal te profileren. Denk aan Eindhoven, denk aan, ook hier in Arnhem hebben we ook, zie je van die dingen voorbij komen, dat je weet, er zitten miljoenen fucking in en dat is alleen maar om een paar internationale bedrijven hierheen te halen. Wat dan faalt of niet, weet je wel. Terwijl, ja, je wil weet ik veel, hier in de buurt zie je allerlei problemen en dan denk je van, nee, maar ga daar eens op focussen. Hier is dan wat miljoenen in steken. Weet je, een gat in de weg die er al 3 jaar ligt of zo, dat soort dingen. Zo'n burgemeester hoeft zich nooit te verantwoorden ten opzichte van zijn burgers. Nee, het is een symbolische functie. De burgemeester. Dat is een symbolische functie, ja. Die beslist niks, nergens, niet over. Eigenlijk niet. Hij kan wel een noodsituatie afroepen samen met de veiligheidsdriehoek. Ja, dat klopt inderdaad, maar dat is de veiligheidsdriehoek die vraagt aan de burgemeester om dat te doen. Het is een symbolische functie, dat is de koning. Dat is ook een symbolische functie. Die roept ook wel eens dingen uit, die houdt ook een toespraak. Maar dat is, wordt voor hem geschreven. Maar juridisch zit daar wel. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En het is wel, want ik krijg het hele te horen van, want ik zie dan alle dingen, hoofd van de Raad van de State en zo. En ik denk van, nou, dat is dan wel waar het gefinaliseerd moet worden. Hè? Mm-hmm. En dan kan je zeggen van, ja, hij is dan alleen maar een poppetje, dat wordt voor hem geschreven, want er zit een team achter. Maakt me niet uit. Er zit iets achter wat wij niet kunnen zien. Ja. Er zit iets achter wat schijnbaar nog definitiever is waar wij zelf over gaan als het volk. Mm-hmm. Dat vind ik niet heel democratisch. Nee, die beslissingsbevoegdheid van dat soort bestuurlijke niveaus, om het zo maar even te zeggen, dat moet meer inzichtelijk gaan worden. En dat zou je kunnen doen door bijvoorbeeld een gekozen burgemeester. Ja. Dat zou best kunnen. Ik denk dat best wel. Dat is ook inderdaad een partijprogramma geweest in de meeste gemeentes waar we mee hebben gedaan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ook in Nijmegen was dat ook echt een ding. Ja. De Piratenpartij is natuurlijk toch ook wel in het leven geroepen vanwege internet en computers en dergelijke. Ja. Dat is ook wel een beetje waar het piratengedeelte vandaan komt. Hè? Dat, copyright. Ja. Pirate Bay. Dat is nou. Intellectual property. Octrooirecht. Ja. Is dat nog steeds. Jazeker. Hoe verder ik het leven in ga, ik ben nu iets meer, probeer het leven iets spiritueler te zien. En dan kom je ook op dat inspiratie, ideeën ook maar dingen zijn die in de lucht hangen. Weet je wel, waar je een soort van doorheen loopt of zo. Ik vind dat inderdaad het eigendom claimen op dingen die eigenlijk. Dingen die tot je komen, zeg maar. Dus ik vind dat waanzin. Ik vind dat, volgens mij gaat het ook progressie ten slechte, zeg maar. Ja, want er zijn een heleboel dingen die worden geclaimd. Ideeën of concepten. En een heleboel creativiteit is gebaseerd op bestaande creativiteit. En een heleboel van dat soort bestaande creativiteit, dat is eigendom van iemand en dat mag niet ergens in voorkomen. En dat belemmert eigenlijk het vermogen om nieuwe dingen te kunnen verzinnen. En dat is jammer. Dat is gewoon echt heel jammer. Bepaalde memes kan je bijvoorbeeld dan niet maken. Of bepaalde muziek kan je dan niet maken. Of je kan bepaalde. Ik weet nog, vroeger had je master movies. Volgens mij is dat ook wel moeilijker geworden om zoiets te doen. Weet je al. Dus het was hartstikke leuk. Was. Master movies was fucking geniaal. Ja, dat was geweldig. Ja. En dat is niet.
Nee, maar leeft dat nog steeds? In ja, de en je ziet ook de problemen zie je nu ook in het buitenland. Ook op het moment dat er ergens protesten zijn. De politie die is aanwezig, die wil nog wel eens muziek gaan afspelen waar copyright op staat. Zodat het dan niet geüpload kan worden op YouTube. Meen je niet? Ja, uploadfilters, dat is echt een probleem, joh. We zijn er 2 jaar geleden zijn we er keihard mee bezig geweest. Maar het is gewoon nergens terechtgekomen. Ja. Van ons doodzonde. Dat is vernuftig, zeg. Jezus. Ja, maar we gaan nog veel verder, dit soort dingen, joh. En dan wordt het zo meteen nog wel erger. Daarom is het zo belangrijk dat we dus weer dat gedachtegoed van die Piratenpartij moet gewoon echt... We hebben echt een zetel in de Kamer nodig. Want we hebben nu wel 4 in het Europees Parlement. Dat is eigenlijk ook niet genoeg, maar dan heb je in ieder geval wat te zeggen. Wordt het in ieder geval een keer gehoord. Want er zijn genoeg mensen, dat merken we ook in de stadsdelen in Amsterdam, waar we dus zitten. Er zitten genoeg mensen in de raad of in zijn commissie eigenlijk te luisteren om te luisteren of zelf iets te bedenken wat de burgers nodig hebben. Wij hebben het wel. Komen met ideeën. Denk ze, oh, dat is wel een goed idee. Ja, doe maar. Want ze hebben zelf, komen ze niet echt met iets. En vervolgens wordt het in één stadsdeelcommissie wordt het ingevoerd. Omdat ze daar eigenlijk allemaal wel een goed idee vonden. Hoe ze het niet zelf te verzinnen. Vervolgens in die andere stadsdeelcommissies waar we zitten, daar denken ze, oh ja, laat ze daar doen. Nou, doen we het hier ook. Die brengen het daar ook in waar wij zitten. Vervolgens denken daar ook mensen, ja, dat is wel een goed idee. Daar doen ze het al. En zo heb je het hek over de dam. En vervolgens, als je een 4 stadsdeelcommissies hebt gedaan, dan heb je er nog 3 te gaan. En de helft van de stad denkt, nou, dan moeten wij ook maar gewoon meegaan. En dan ben je om. En zo doen we dat. En dan heb je maar 1 zeteltje in een commissietje. Ergens een keer een hele stad kun je veranderen. Ja. Ja, en dat hebben we met een heleboel dingen hebben dat zo gedaan. Wat zijn dan dingen waar de Piratenpartij in Europa verantwoordelijk voor is? Nou, het hele gevecht tegen chat control, dat is wel een van de dingen waar we iemand op hebben zitten die daar constant mee bezig is. En er zijn al heel wat dingen tegengehouden, maar het is echt zwaar. Ja, het is echt zwaar. Ja, ja, want die chat control, jullie gaan protesteren. Ja. Waar is dat gewoon in Den Haag? Nee, dat is op de Dam in Amsterdam. Dam, ja. Vanaf 1 uur. Tot 4 uur. En we hebben een... aanstaande zondag. En we hebben daar een... Er komen heel veel verschillende soorten mensen op af. Van links tot rechts. Van groen tot niet groen tot... Ja, progressief tot niet conservatief. Want het gaat ons allemaal aan. Maar ook journalisten komen dat af. Het gaat ook om hun werk. Het gaat ook om mensen die een boek schrijven. Of die goede ideeën hebben gehad. En die opgeschreven hebben ergens. En het komt op een cloud en is het ook opeens weg. Of wordt ergens opgeslagen of wordt gebruikt. Het gaat ook om de mensenrechtenactivisten en hun veiligheid hierin. Dat ook gewoon in beveiligd wordt. Want dat komt allemaal in het geding op dit moment. Dus het is ook voor hun. Maar ook een heleboel politieagenten mogen het misschien niet zeggen. Vanwege in hun functie zijnde. Maar die vinden dit ook helemaal niet tof, joh. Want je wilt toch helemaal niet de hele tijd je werk bezig zijn met rapportages doorlezen. Je wilt toch gewoon je werk kunnen doen. Je wilt toch mensen helpen. En nu denk je bij jezelf, ja, ik snap wel waarom een hoop mensen zo'n hekel hebben aan de politie. Want ze kunnen niks doen, ze mogen niks doen. Ja. Ja. Ja, ik heb recentelijk... Onderbemand. Ja, maar ook je hebt ook binnen de politie allerlei dingen gaande. Je hebt, zeg maar, ik heb zelfs een beetje gekeken van oké, hè, vroeger was, zeg maar, zo de buurtpolitie een gezellig man, leuke Porsche Carrera's op de weg en zo, gewoon een gezellige politie. Dat is niet buiten mijn tijd, hoor, maar schijnbaar waren er in de jaren 80 Porsche Carrera's en zo, voor de rijkse snelwegpolitie, okay, en zo. Ja. Fucking gruwelijk. Zijn ze gewoon ontnomen. Nu zien ze het een beetje als militanten. Ja. Nou ja, op de snelwegs en die Volvo's. Mm. Ik weet niet of dat nog steeds zo is trouwens, maar ja, maakt niet uit. Het gaat erom in een reeks van 3 of 4 pogingen, allemaal onder leiding, of in ieder geval de laatste 3 onder leiding van Erik Akerboom, nu momenteel hoofd van NCTV. Die man, ja. Of de AIVD volgens mij. Is de politie meer gecentraliseerd? Zijn er dus inderdaad meer kopstukken geweest waar dan geld naartoe kon gaan? Meer afdelingen samengegaan? Alle lokale politiebureaus waren allemaal groot. En daar
daarbovenop zijn dan ook nog eens een keer additieve centrale centra's gekomen voor crisiscontrole en al dat soort dingen. Hè? Dus denk aan bijvoorbeeld NCTV. Maar ook de MIVD en het militaire op zich. Ze zijn er ook allemaal de afgelopen 10 jaar bijgekomen. En nu hebben we dus zo'n systeem dat hooglijk gecompartmentaliseerd is. En ook binnen de politie, je hebt dingen zoals schijnbaar code blauw. En dat ziet er online heel leuk uit, zo'n brochure van oh ja, fatsoensnormen en zo. Maar in de realiteit intern betekent dat dus dat je niks negatiefs naar buiten mag brengen over wat er binnen in de politie fors gebeurt. Anders kunnen ze jou onder vormen van code blauw ergens aanklagen of zo. Maat van mij is dat bijna overkomen en die heeft van ontslag genomen. Ik denk, fuck this shit. Maar er zijn er dus binnen die politie gewoon echt, ja... Vandaar die angstcultuur. Ja, okay. Er zijn daar binnen, is daar gewoon heftige compartmentalisatie gaande, wat gewoon... ja, is niet gezond. Het is gewoon niet gezond. Zo volgens mij hoor je zo niet een politieafdeling te doen. Dat hoort toch juist... Ik snap dat het leger misschien zo werkt of een inlichtingendienst. Maar de politie hoort toch helemaal geen geheime organisatie te zijn met zieke compartmentalisatie, waarbij niemand weet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Misschien een regisseur die hoort inderdaad gewoon zijn werk in het geniep te kunnen doen. Maar de rest van de politie vindt het toch niet? Dat is toch... Klinkt wel meer zijn inlichtingendienst dan dat het een politiebureau is. Interessant. Dat wist ik eigenlijk nog niet. Ja. En ook qua recht. Politierechter is ook apart. Hè? Dat je dus inderdaad een rechtssysteem hebt dat namens de politie jou gaat berechten. Dat is ook, ze zijn untouchable. Het is heel raar opgezet allemaal. En dat is allemaal de afgelopen 10 jaar is dat zo gekomen. En dan ook nog met onderbemanning. Dus dat ze ook niet hun werk gewoon goed kunnen doen. Ja, iedereen is ook nog eens een keer gestrest. Maar misschien is dat wel ook de reden waarom het op deze manier georganiseerd is. Omdat je dan alleen op deze manier georganiseerd kan functioneren met te weinig mensen. Ja, ja. Dat bij gebrek aan beter is. Nou ja, als je wordt gekort op alles, dan ga je fouten maken. En dan kun je je werk niet goed doen. En dan alles wat naar buiten komt, brengt de geloofwaardigheid van het instituut in gevaar. En ik kan me voorstellen dat een bestuurlijke beslissing is geweest, dat ze dat op die manier hebben gedaan. Ik keur hem niet goed, nee. Maar het is wel een verklaring die voor gegeven kan worden. Ja, net zoals de zorg zeg maar door bezuinigen afhankelijk is gemaakt van de farmaceutische industrie en al dat soort de dingen. De verzekeraars bepalen wat de diagnose wordt van de cliënt. Ja, zo is dan zeg maar de politie gepusht in nog meer... Kan geen mensenwerk doen. Ja. En dat willen ze wel hoor. Dat kunnen het niet. Nee, ja, dat heb ik gezien. Hè. Ja. Die maat van mij ook, die zei ook van ik ben de politie ingegaan om mensen te helpen om dingen te doen. Alleen op een gegeven moment word je niks verteld en in een van de rare situatie gezet. En de mensen die het hardst hebben geknuppeld, die krijgen de grootste complimentjes. Dus dat is dan dat is een vreemde situatie. Maar ja, dat is dus geld. En dan kom je toch uit bij de euro en de ECB en geld bijprinten. En de ontwaarding van ons geld. En geen fractioneel bankieren en geen echte waarde aan de achtergrond. En alles wat mis is met ons geldsysteem, wat opgelost wordt met het bijprinten van geld. Hoe zit het nu met Bitcoin dan? Volgens mij doet hij het goed, toch? Bitcoin, ja. Ik volg hem eigenlijk niet. Zie je een positieve uitweg voor ons huidige geldsysteem, de euro, zoals het nu gaat, zeg maar? Want dat is natuurlijk wel een beetje de grondlegger van alle voorgaande problematiek, hè? Kijk, dat hele alternatieve geldsysteem, er zijn hartstikke veel verschillende soorten munten. En volgens mij wordt er hartstikke veel handel ook gedreven in die munten. Er zijn ook plekken waar je gewoon kan betalen met crypto. Ik heb ze wel eens... Hier in Arnhem is schijnbaar crypto-stad. Is dat zo? Ja. Volgens mij is mij verteld hier als Arnhemmer. Nee, dan kan je al betalen met crypto. Ja, je kan ergens in de supermarkt hier betalen met crypto. Oh, wat leuk. Ja. Ja, dat moet je gewoon doen. Ja. Dat is hartstikke tof. Ja, maar dat soort, je ziet, je komt dan wat meer in Noord-Holland en heb je wel dat je dan in elke stad ongeveer wel in het noorden van Noord-Holland heb je wel je eigen, er zijn wel van die alternatieve muntsoorten. Niet iedereen maakt er gebruik van, niet elke winkel. Maar dat wordt wel gedaan. Ja. Voor klusjes en vrijwilligerswerk, wat je dan voor beloning soort van krijgt. Wat je dan als te goed weer terug kan krijgen bij een winkel of bij iemand anders. Dat is er wel. Ja. Alleen, het is niet volledige vervanging daarvan. En laten we heel eerlijk zijn, zeker in deze tijd. En zeker als je onderaan in de samenleving zit, als dat heel oneerbiedig mag zeggen, als dat puur richt op inkomen, dan is alles heel erg gebaseerd ook op vrijwilligerswerk.
En dat wordt echt onderschat. Het wordt gewoon niet meegenomen door de regeringen die we hebben gehad. De helft van onze economie draait, of onze samenleving, moet niet zeggen economie, samenleving draait op vrijwilligerswerk. En dat wordt niet gekwantificeerd. Daar wordt niet rekening mee gehouden met de berekeningen over waar we moeten in gaan investeren. Er wordt niet gekeken van, er is geen cijfertje wat defineert hoe goed het met jou gaat. Dat is niet zo heel erg belangrijk. Het gaat alleen maar om hoe vaak ga je naar de huisarts. En als je niet zo vaak naar de huisarts gaat, dan zit het wel goed. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Maar ja, als je dan het eigen risico flink omhoog gaat, dan gaat niemand naar de huisarts toe. Nou, zien die cijfers goed uit, joh. Ja. Ja, dat soort problemen hebben we op dit moment. We zijn niet echt mensgericht, we zijn cijfergericht. En de staatsschuld is wel echt enorm naar beneden gegaan. Dat is wel knap trouwens. Dat is echt heel. Dat hebben er weinig voor elkaar gekregen. Om het met. Volgens mij is iets van 100 miljard naar beneden gegaan in. Volgens mij was het sinds 2013. Dat is best knap. Omdat hetzelfde. Hoeveel hebben we er nog over? Volgens mij was het 375 miljard. Dat is nog steeds hoog, maar het is 100 miljard hoger geweest hoor. En niet zo heel lang geleden. Ja. Maar dat kunt natuurlijk niet goed. Het zijn weer cijfertjes. En de vraag is natuurlijk, waar is dat geld heen gegaan? En als je dan ziet dat we dus, 46 miljard per jaar aan oliemaatschappij hebben gegeven. Ja, dan vind ik dat wel heel erg raar. Hoe kan dat nou? En dat is maar één voorbeeldje. Dat is dan om benzine goedkoop te houden of zo? Nee, dat is niet om benzine goedkoop te houden. Nee. Ja, dat is gewoon dat ze hierheen komen. Of dat we wat is het gewin als Nederland daarvoor? Nou, volgens mij is Shell weggegaan nu uit Nederland en dat heeft wel invloed gehad op het feit dat dit nu allemaal wat duidelijker is geworden dat dat zo is. Ik denk dat dat er wel wat mee te maken heeft. Dat je nu kan zien dat dat geld daarheen is gaan. Het wordt dus nu bespreekbaar opeens. Gewoon zonder reden gewoon. Nou, ik wil niet zeggen zonder reden. Maar ik denk wel dat de fossiele industrie afhankelijk is geweest van die subsidies om te kunnen bestaan. Dus het is helemaal niet zo dat de prijzen nu opeens omhoog gaan bij de pomp. Ja, dat is eigenlijk borstzak, broekzak idee. Alleen als je die subsidies geeft, dan gaat er ook nog heel veel geld naar de eigenaren van dat soort bedrijven. En dat wordt allemaal viezer, allemaal smeriger, allemaal minder goed voor onze gezondheid. Ik zeg niet dat we nu moeten stoppen met een benzineauto rijden. Dat zeg ik niet. Het gaat niet in één keer. Maar laten we beginnen bij gewoon het OV gratis maken. En alleen dan gaan mensen vanzelf dingen doen die misschien wel beter zijn voor het milieu. Je moet het andersom denken. Je moet niet zeggen van het is jouw schuld. Jij moet betalen als burger omdat je er gebruik van maakt. Je bent burger. Je moet de warmte hebben in huis. Je moet kunnen verplaatsen. Je moet je eten kunnen koken. Je moet niet tegen een burger zeggen, ja, je moet maar minder gaan douchen en je moet maar minder gaan koken en je moet maar een extra trui aan gaan trekken. Dat is de oplossing niet. Nou, ik denk als burgers zelf zeg maar het voor het zeggen hadden dat ze daarvoor niet zouden kiezen, zeg maar. Nee, tuurlijk. Ja. Ja, er is ook gewoon heel veel beïnvloeding en ja, en sommige mensen zijn op hun plekje gekomen omdat ze geld hebben gekregen, direct of indirect, officieel of onofficieel, te kunnen komen waar ze zijn. Ja, ja. Ja, macht is natuurlijk hot topic. Ja, ja. Je hebt de World Economic Forum, hè, maar ja, ik zie dat zelf meer als een soort van persoutlaat voor alle onderstaande NGO's. Denk aan de WHO, denk aan allerlei think tanks, trilateral commissions en weet ik veel wat dan maar niet. Alle bedrijven er nog bij gegooid. Het is moeilijk een bedrijf te vinden die niet geschaald is onder het WEF tegenwoordig, volgens mij. Zelfs Ipsos, hè, podingbedrijf, ook allemaal onder WEF en zo. Dat hoort er allemaal bij. Wat vind jij daarvan? Daar komen goede ideeën uit en er komen ook heel veel niet goede ideeën uit. En er zijn heel veel bedrijven die daar goede dingen uithalen. Er zijn ook heel veel bedrijven die er verschrikkelijke dingen uithalen. Er zijn overheden die cherrypicken en die zeggen, nou dat wel, dat niet. Dat wel, dat niet. En dat gebeurt ook. Het idee dat het een dat alles gestuurd wordt door het WEF, dat zou ik
Dat vind ik, te veel eer geven aan het... Het is ook geen onschuldige praatclub, toch? Nee, maar het is... ik vind dat... Dan geven ze te veel macht. Als ze echt controle over hadden, dat is ook een beetje het ding met... Maar invloed is het meer, hè? Het is je, dat wel, ja. Maar ja, goed, er is dus blijkbaar een plek waar een heleboel ideeën bij elkaar komen. En die worden dus gedeeld. En je moet dan als... maar het probleem ook is een beetje dat een heleboel bedrijven, die zijn groter en machtiger geworden dan landen. En die hebben meer kapitaal ook dan landen en kunnen veel gerichter, met veel meer vermogen, invloed hebben op veel meer mensen. BlackRock en Vanguard. Bijvoorbeeld, maar ook gewoon Facebook, een Apple, maar ook gewoon zo'n bedrijf als Shell. Ja, ik weet dat de BlackRock zeg maar na Amerika en China de derde grootste GDP heeft, of jaarlijkse opbreng of zo. Ja. En die hebben dus meer invloed op en hebben meer mogelijkheid om invloed te hebben op de bevolking. En ook de vertegenwoordigers dan de overheid dat zelf kan hebben. Dus ik ben eigenlijk minder bang voor de overheid, maar meer voor dat soort grote bedrijven. Maar het zegt dan ook iets over ons, dat wij ons zo laten beïnvloeden door geld. En onze overheden dan. Hè? En je ziet ook dat dat zo is, want die gasten betalen ook gewoon veel minder. Wat bedoel je? Zo grote bedrijven, multinationals, die betalen veel minder belasting. Ja, 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 ja. En wij lopen echt meer dan 100 miljard euro aan belastinggeld jaarlijks mis. Door de constructies die wij op dit moment hebben. En er wordt al een miljard per dag aan geld opgehaald hier in Nederland. Hè? Door alle constructies dan. Ja. Een miljard per dag. Dat is echt heel erg veel. Weet je wat je daarmee kan doen? Ja. Echt gigantisch veel. En het leuke is dat ze dus dan 2 miljard maken ze vrij voor armoedebestrijding. Dus twee dagen aan belastinggeld. En hoe... Dus 0,2% van de totale belasting. Hoe wordt dat dan uitgegeven? Hoe wordt dat gebruikt? Maar daar hebben we het nog niet eens over. Het zal waarschijnlijk over de balk gesmeten worden als een idioot. Maar gewoon ik lach erom, maar het is echt van te huilen natuurlijk. Want het is gewoon waar. Ja, de overheid. Ja, dat is een beetje de reden waarom ik nou helemaal libertair aan het negen ben. Heel veel mensen ook wel, weet je wel, libertarisch, laat ik het zo zeggen. Het is dus helemaal, zeg maar, gewoon die overheid moet gewoon zo klein mogelijk. En dan zoveel mogelijk macht in het volk. En ik moet ook zeggen, de oprechte libertariër die zegt dan, vrije markt moet dat beslissen. Die zegt van, geld beslist. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb ook niet alle vertrouwen in geld. Geld corrumpeert ook als een motherfucker, als je het mij vraagt. Dus je zal toch altijd wel iets van samen moeten komen om een systeem te maken. Heel geïsoleerd libertarisch is natuurlijk pure vrije markt. Ja. Dat eindigt ook op een gegeven moment in monopolie. Ja, ja. Maar wat je kan doen, en dat vinden wij dus een goed idee. Ik heb helemaal geen probleem dat mensen dus geld verdienen. Ik heb ook helemaal een probleem met dat mensen heel veel geld mee verdienen. Zolang het maar mogelijk is dat iedereen te eten, te drinken, dak boven zijn hoofd heeft, zich warm kan maken, naar medische zorg kan krijgen, toegang heeft tot kennis en informatie en zich kan verplaatsen. Ik zeg, nou ik wil niet zeggen dat zijn zeven dingen die ik gewoon heel erg belangrijk vind. Als je dat gewoon afdekt en mogelijk maakt voor mensen en je zorgt ervoor dat die dingen, dat daar geen marktwerking op zit, dan heb je eigenlijk het afgedekt. Dan hoeft ook zoiets als een basisinkomen of een burgerdividend hoeft helemaal niet zo hoog te zijn. Hoeft ook helemaal niet zo duur te zijn. En dan alles wat daar niks mee te maken of er weinig mee te maken heeft, dat kan ze een hele kapitalistische feestje geven. Dat maakt op zich nog niet zo heel veel uit. Ja. In feite. Ja. Maar ja, zolang je mensen of systemen hebt die dan toch gemotiveerd worden door geld, dan word je altijd geregeerd door geld. Je wilt toch ook een podcast starten? Of je wilt toch ook iets moois maken? Mensen willen. De piramide van Maslow laat ook zien dat de mens wil ontplooien. Die wil zich excelleren. Die wil bloeien. Een plant die gaat ook niet, als hij genoeg water heeft, denken, nou, het is wel goed zo, ik stop hier. Mm. Dat is niet natuurlijk. Je wil groeien. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat je meer geld hebt of dat je meer inneemt. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Bloeien kan ook zijn dat je iets
iets verbetert en dat je iets ergens heel erg goed in wordt en kwaliteit opeens gaat leveren en een toevoeging gaat worden aan de samenleving waar iemand echt wat aan heeft. En dat je onderdeel wordt van iets waar iedereen beter van wordt. Dat is wat eigenlijk het mens zijn is. Alleen dat wordt ons wel een beetje lastig gemaakt op dit moment. Als ik jou zou horen, heen nog vertrouwen in de euro in elk geval. en zie je toekomst. Nou, ik heb vertrouwen in het concept geld. Ja, nou, oké. Ja. En weet je, door de millennia's heen komen we constant weer uit op een of andere vorm van geld. Maar je ziet ook bepaalde dingen waarbij je duidelijk weet van, en daar gaat het fout. En dat is volgens mij best wel een grens waar we met z'n allen overheen zijn gegaan. Nou, we zijn wel op dit moment heel erg afhankelijk van onze Europese samenwerking om te kunnen bestaan zoals we dat nu doen. Dat hebben we ook echt nog wel even nodig. Ja. En we moeten dat eigenlijk gaan versterken. Ik zeg niet dat we naar een Europees Verenigde Staat van Europa moeten gaan. Daar ben ik niet geen voorstander van. Elk land moet zijn eigen soevereine staat houden. Alleen die samenwerking, zodat je weerbaar houdt tegen invloeden zoals de Amerikanen, maar ook de Russen en de Chinezen, maar ook Iran. Als je weerbaar wil zijn en op je eigen pootjes wil gaan staan, en dat zullen we toch echt moeten doen, want anders moeten we namelijk gaan doen wat iemand anders wil doen, want je bent namelijk afhankelijk van een andere wereldmacht, dan betekent het wel dat we meer moeten gaan samenwerken en elkaar steviger vast moeten pakken. En dat klinkt inderdaad zo eurofiels, maar daar bedoel ik niet mee dat je dan je eigen identiteit hoeft op te geven. Dat integendeel. Ja. Dat is juist het mooie van de Europese samenwerking zoals die nu zie. Maar er moet wel de waarde van je eigen land moet wel gewoon in stand gehouden worden. En dat betekent meer democratiseren, zoals jij ook zei. Veel sterker, meer zeggenschap gaan krijgen in dingen. Maar dat zorgt er ook voor dat een burger bewijzer wordt. En dat een burger zich meer gaat inlezen, meer betrokken wordt. En dus er ook sneller en beter kritischer gekeken kan worden naar wat beleidsmakers maken. En natuurlijk het liefste naar zo'n situatie komen dat de mensen die de baas zijn in een land, dat die faciliterend gaan zijn naar de burgers om dat zelf te gaan doen. Ja. Dat is natuurlijk het allermooiste. Nou ja, waarom ik zo haper op dat geldsysteem is dat ik zeg maar sinds 2008 een beetje erin ben gerommeld, zeg maar. Veel shit binnen ons gezin en zo. Iedereen werd ontslagen en ik was ook gefascineerd. Ik denk, oké, wat een hele hoop gedoe om het geldsysteem en hoe dat dan in elkaar zit. En ook in Amerika met centrale banken en bla bla bla. Ik weet niet, zou je zelf ook wel enigszins in verdiept hebben en al die verhalen hoe dat allemaal is opgezet. Maar wat ik dus nu zie is dat sinds 2008... Sinds 2008 zijn ze als een idioot zijn ze de inflatie aan het bijhouden door maar geld bij te drukken, quantitative easing. En aan de andere kant zie je dus inderdaad allerlei rare bewegingen hoe ze dus dan meer geld kunnen binnenhalen, als het wel niet gaat over bezuinigingen, dan wel niet centralisatie. Het moet allemaal groter, het moet efficiënter, er moeten minder mensen, meer machines, want alles moet goedkoper, alles moet het geld wordt minder waard. Er wordt elke keer meer bijgedrukt. Nu ook weer met die corona is er triljarden is er bijgedrukt. Het gaat helemaal nergens over. En dan heb je daar heel veel geld. Dan heb je gemiddeld bij elkaar heeft dat geld waarde. Dus dan heeft één ding in dat ding heeft een bepaalde waarde. Heb je daar meer van, heeft dat ene ding minder waarde. Dat is hoe het over het algemeen werkt. Nou, dat zijn ze dan kunstmatig dan aan het houden op een plek. Je ziet nu inderdaad dat er aan allerlei kanten devaluing plaatsvindt, ook in de producten. Dus je krijgt steeds minder voor hetzelfde geld en zo. Ik zie zelf, zie ik dat nergens anders heen gaan dan alleen maar naar beneden toe. Ik zou niet weten waarom dat in één keer omhoog zou gaan. Het is allemaal al decennia is dat zo naar beneden aan het gaan, die waarde van het geld. En je ziet ook de centrale banken allerlei beslissingen nemen, waarbij je denkt van volgens mij zijn jullie ook een uitweg aan het zoeken. En een daarvan is bijvoorbeeld het CBDC, Central Bank Digital Currency. Ja, nou, dat bevechten wij dus echt met man en macht. Dat doen we in het Europese parlement, maar dat doen we ook in alle nationale partijen die we hebben. Is dat echt iets wat er gewoon niet gaat komen?
Je kan dat, ik, in ieder geval, ik gaat er niet komen, echt niet. Nee? Nee, het is namelijk niet, het is niet houdbaar. Gaan ze niet een basisinkomen aanbieden in de vorm van een CBDC? Nee, echt niet. Hoezo niet? Omdat het namelijk niet werkt. Want je zal altijd namelijk contant geld nodig hebben. Je zal dat altijd nodig hebben. Als een keertje de stroom uitvalt, en dat gebeurt gewoon wel eens een keertje, dan moet je gewoon dingen kunnen betalen. Dus het is gewoon geen optie. Het is gewoon geen optie. Gaan ze het ook niet proberen te introduceren? Nee, zelfs bij D66 gaan ze dat, zijn ze ermee gestopt. Meen je? Ja. Ja. Dat is goed nieuws. Dat is hartstikke goed nieuws, ja. Ja, ik maak me nog een tijdje druk over. Ik denk om het eind van het jaar gaan ze hem erin proberen. Gaan ze iedereen in de CDC? Contant geld gaat niet weg. Sterker nog, er komen gewoon die... het is zelfs toch het plan om, wat het nu al is, om de pinautomaten gewoon meer, om weer de pinautomaten wat meer terug te laten komen. Ja, want dat is ook want dat is gewoon een probleem. Dat geldmaatje en zo, die dingen die sluiten na 10 uur of 11 uur. Ja, maar dat is echt, dat probleem is dus al aangekaart en dat is dus duidelijk geworden. En dat is op Europees niveau? Nationaal niveau. Ja, want als ik hier naar de debatten zat te kijken met Sigrid Kaag en die gozer van de SP die er maar los gaat, dan kreeg ik daar nog niet echt bepaald moed van of zo. Nee, dus een paar maanden geleden is dat al is dat inderdaad een onderwerp geweest, dat cash voor geld, dat gaat echt niet verdwijnen. Ja, Sigrid Kaag is natuurlijk weg, hè? Dus dat is wel... Ja, dat is, het gaat niet is daarmee is met Sigrid Kaag ook de optie naar een CBDC vertrokken gewoon? Weet ik niet. Maar ik hoop het wel. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar wat ik wel weet, voordat ze wegging, heeft ze gezegd, de pinautomaten moeten terugkomen en contant geld blijft. Het zal nooit verdwijnen. Interessant. Daar ga ik eens wat meer over zoeken, want dat zou wel een pak van het hart zijn inderdaad. Ja, dat is, was het voor ons ook. We waren namelijk bezig met een campagne voor cashgeld. En dat waren we in die periode ook echt aan het doen. We hadden allemaal van die flyers gemaakt van cash moet niet verdwijnen. En dat, daar zijn we heel, heel actief mee bezig geweest. En ik vond het heel erg leuk om te zien dat dat toen opgepakt werd. Maar goed, alles wat een politicus zegt, dat kan natuurlijk ook weer veranderen. Zeker als ze weggaat. Dus ja, het is niet alsof Sigrid Kaag's woord nou echt goud is. Dus we moeten wel dat echt goed in de gaten blijven houden en er de ferm op blijven. Maar daar hebben we dus ook onze Europarlementariërs voor om daar goed op te letten. Maar ook wij zelf. Hm. En als wij dus een zetel halen in de Tweede Kamer, is dat ook een van de belangrijkere punten om ons op te focussen. En want dan is het ergste wat kan gebeuren, is dat het geldsysteem misschien... Dan krijg ik misschien hyperinflatie. Ik denk niet. Ik denk dat ze weet het heel mooi. En hoe noem je dat nou ook weer? Superinflatie of zo. Willem Middelkoop heeft daar zo'n term voor. Nee, weet je wat het grootste probleem is? Maar dan gaat iedereen gewoon naar bitcoin op een gegeven moment. Dat kan. Maar de reden waarom er zoveel inflatie is geweest de laatste tijd, heeft puur te maken met het feit dat er te weinig mededingingsautoriteit... We hebben geen mededingingsautoriteit. Dus dat betekent dat je dus... een vorm van autoriteit hebt die bepaalt over hoe er gehandeld wordt. Dat je dus niet mogelijk kan maken dat er dus vorm van monopolisering of kartelvorming bedoeld of onbedoeld kan plaatsvinden. En dat is ook echt iets wat de Piratenpartij dus ook echt doet. Die wil dus monopolies opbreken en concurrentie gezond houden. Want op een moment is namelijk een klein groepje mensen die allemaal een eigen bedrijfje hebben, die gaan elkaar toch op een gegeven moment leren kennen. Die gaan elkaar toch, je krijgt het onbedoeld, krijg je het toch voor elkaar dat het gebeurt. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om dat dus te blijven opbreken. En dat heb je dus nu al met de supermarkten. En dat heb je al met een heleboel andere aanbieders ook, van de energie ook. Het is een klein groepje van verschillende aanbieders en die kennen elkaar al. En die houden elkaar in de gaten. Als de ene met de prijs iets omhoog gaat, dan gaat de ander ook iets omhoog. En dat stemmen ze helemaal netjes op elkaar af. En dat hoeven ze niet eens eigenlijk echt af te spreken met elkaar. Nou, ze kennen elkaar wel hoor, dat geloof echt niet dat ze dat... maar het is heel makkelijk om daar qua je wil ook achter te zien. Maar volgens mij is het veel erger dan dat. Volgens mij is het gewoon onwetendheid, onkunde en ook de afhankelijkheid van elkaar om te kunnen blijven bestaan. En daarom doen ze het. Dus wat we moeten doen is de boel opbreken en dat mensen niet uitgebuit kunnen worden en die situatie niet mogelijk te kunnen laten maken. Dat is heel erg belangrijk en dat kun je doen door een onvoorwaardelijk basisinkomen mogelijk te maken. Dat gaat niet in één keer en het minimumloon moet omhoog. En dat is heel erg belangrijk en dat je dus altijd verzekerd bent van een woning.
Dat je dus niet op straat kan komen te staan. Dat toegang tot, gezondheidszorg, dat er altijd is. En dat je jezelf moet kunnen verplaatsen als je dat wil. Want het probleem is nog steeds dat je dus de situatie, als je zelf nu in de bijstand zit en zou willen werken, dan loont dat helemaal niet. Je moet eerst nog een gat overbruggen van 2 of 3 maanden, voordat je eerst een loontje krijgt. Dus dat betekent dat je in een armoedesval komt. En vervolgens heb je een inkomen met alles eraf. Wat vergelijkbaar is aan de bijstand die je toen had, maar dan ben je 40 uur van huis. En ben je moe elke dag en kan je eigenlijk niet dat ene ding doen wat je eigenlijk altijd hebt willen doen. Dus het beste wat we zouden kunnen doen is mensen die in de bijstand zitten hun bijstand te laten houden. Totdat ze zeker weten dat ze op eigen pootjes staan. Misschien een bepaald minimumpje afspreken van zoveel moet je op je bankrekening hebben. En dan pas gaan we eens kijken of we de bijstand gaan afbouwen. Zodat we zeker weten zijn dat je niet in een armoedeval terechtkomt. Ja. Ja, of mensen op weg helpen om een onderneming te kunnen starten. Dat ene idee wat ze altijd al hebben willen doen, om dat mogelijk te maken. Daar wordt iedereen beter van. Daar wordt Nederland beter van. Het jaagt de innovatie enorm aan. Daar worden mensen gezonder van. Dan hebben ze niet, hoeven ze niet te leunen op. Maakt het de zorg ook goedkoper. Ja. Wietkwekerij? Koffieshop? Ja, bijvoorbeeld. We staan jullie tegenover blauw en drugsbeleid en dat soort dingen. Dat moet echt heel anders. Dat moet een stuk losser. Een stuk losser. Moet gewoon los. Is legaliseren, is dat een optie? Dat legaliseren is voor ons zeker een optie, ja. In combinatie met goede verslavingszorg. Ja. Gewoon belasten. De middelen gebruik moet gewoon aangeboden kunnen worden in een winkel. En dan dat belasten. En van de belastinggeld de verslavingszorg betalen. Ja. En dat zijn voorbeelden van in andere landen van het hartstikke goed werkt. Ja. En dat is het ook. Ja. En soms kan het hartstikke leuk zijn om een middel te gebruiken met mate. Iedereen drinkt wel eens een keer een biertje. Niet iedereen, maar sommige mensen wel. En dat moet ook gewoon kunnen. De mogelijkheid moet er ook gewoon zijn. Maar er moet ook gewoon goede voorlichting over zijn. Dat je begrijpt wat je in je lijf te stoppen en wat voor gevolgen dat heeft. En we weten wanneer het verkeerd gaat. En dat het taboe ontnomen wordt om te praten over bepaalde middelen. En wat het met je kan doen na een tijdje of niet. En wat gezond is en wat niet. En ik begrijp dat sommige mensen bepaalde middelen wel kunnen gebruiken. En anderen gewoon echt niet. Omdat het gevolgen heeft. En dat we daar met z'n allen gewoon over kunnen praten op een normale manier. Ja. Want het leven moet ook een beetje leuk blijven. Ja. En je ziet heel vaak dat er gebruik gemaakt wordt van verlies en zo. Om dan juist het hele discussie op een emotioneel vlak te voeren. Ik had er mensen aan verloren. Ja, mijn man was verslaafd. Dus daarom moet nu iedereen stoppen met. En de reden waarom ze die mensen... Ja, ik ken ook iemand die kwijtgeraakt ben aan heroïne. Maar, en dat komt ook omdat er te weinig over gesproken kon worden. Mm. Omdat het taboe erop hing. Yeah. Dat je, want de onderliggende reden waarom iemand gebruikt, dat die niet besproken konden worden. En dat daar niet wat aan gedaan kon worden. Dat is het probleem. Ja. Yeah. En een verslaving gaat natuurlijk ook veel breder als alleen maar een substantie gebruiken. Ja, het kan ook aan pornografie zijn, het kan ook een sport zijn, het kan ook aan... geld en macht. Wauw, die vind ik heel goed. Ik heb het zo vaak gehad over precies dat wat jij net zei, maar dat is ook echt zo. Op het moment dat je dus een heel groot bedrag op je bankrekening krijgt, dat is gewoon, daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan, dat is gewoon net zo verslavend als het nemen van een lijn cocaïne de eerste keer. Ja. En dan wil je gewoon meer en meer en meer. En dat is ook echt verslavend. En het is dood en dood eng hoor, die coming down. Als je daar geen controle over hebt. En daar moeten we ook even naar gaan kijken, denk ik ook als samenleving. Dat dat ook echt een probleem is. Dat als we dit probleem wat jij zegt, die gulzigheid van de vrije markt. Als we dat willen oplossen, moeten we eigenlijk kijken van hoe gaan we om met kookverslaving. Ja, ja, ja. Ja, en ook gewoon, ik denk ook wel dat het een, want we doen het onszelf, ik zit heel vaak te denken, hè, van gewoon gedachte-experimentjes, van hoe zal het dan zijn om dan zo in die, ik spendeer denk ik, en nu ik erover nadenk, belachelijk veel tijd aan na te denken hoe het is om heel gewoon bovenaan de top van de piramide te zijn. Ik zit al heel lang naar die piramide te kijken en denk van, wat doen die mensen dan daar, weet je wel? En dus ik zit wel eens na te denken over wat dat dan moet zijn. Hè. Die worden ook geleefd.
Ja, maar... Echt, die worden ook geleefd. Die zitten ook in een gevangenis. In mijn gedachte-experiment zit ik aan tafel met iemand die miljarden heeft of miljoenen. En dat weet ik. En ik heb geen cent te makken. En we worden gepresenteerd met de rekening. En hij zegt, doen we allebei de helft. Hoe ik me dan daarbij zou voelen. En dat ik dan waarschijnlijk... want ik heb nu nog steeds wel eens als ik geldproblemen heb... word ik toch een beetje prikkelig van. En dan denk ik van, fucking hell. Zou ik waarschijnlijk niet heel veel waardering voor hebben. Zou ik waarschijnlijk denken, motherfucker. Je hebt miljarden. Pak gewoon die rekening op. En daar begint de discrepantie al. Ja. Want als je dat veel complexer gaat trekken met veel meer factoren, dan op een gegeven moment merk je dat die persoon die veel meer geld heeft als de ander eigenlijk niet meer samen kan zijn met die persoon die niks te maken heeft. Die verhouding raakt helemaal scheef. Ja. Tenzij dat gewoon altijd maar gratis geld heeft, maar dan krijg je ook een ongezonde relatie. Mm-hmm. En zo zie je dat dus inderdaad die verschillen tussen arm en rijk, die zijn alleen op te lossen als je zeg maar die waardering voor elkaar ook weer kan hebben. Want gezien tijdens de pandemie, het is allemaal heel leuk, bankiers en managers en CEO's en al dat soort mensen. Maar degene die de boel draaiende houden, zijn gewoon de vakkenvullers en de verzorgers en de, weet je, en die mensen daar moet de waardering liggen. En die mensen die zijn dat allemaal aan het doen om te kunnen overleven. Ja. Het zou toch mooi zijn als we het weer terug konden krijgen, dat mensen dat weer doen vanuit een liefde voor een ander, voor de samenleving en voor de liefde voor het vak wat ze aan het doen zijn. Dat weer centraal gaat staan bij de motivatie om iets te doen. Mm. En niet van, oh, ik moet dit doen, want anders ga ik dood. Of dan word ik uit mijn huis gezet, kom ik op straat te staan. Kut, kan ik niet eten de volgende week. Dat is toch niet oké. Okay. Ja. De mens is niet zo. Het begint dus ook volgens mij ergens met, zeg maar, wij als mensen die dan zeggen van, ja, die rijke mensen, ik snap wel dat ze allemaal klootzakken zijn. Weet je wel, zou ik misschien ook zijn als ik zoveel geld heb. En dat het dan misschien ook makkelijker is om voor zo'n rijke mens weer af te dalen of zo. Ik weet niet wat voor een utopiaanse gedachtegoed dat is, want ik weet niet of dat heel erg realistisch is. Maar ik weet in ieder geval, zolang wij zeg maar zoiets hebben van, motherfucker, je loopt ons uit te hoeren, zullen hun altijd alles doen om op die voetstuk te blijven staan, zodat ze niet terugvallen naar... Dat zijn de meeste rijke mensen, die doen hartstikke goede dingen voor de samenleving. En die proberen dat ook te doen op hun manier. Mm. Dat zijn er niet genoeg die dat doen. Er zitten nog steeds een heleboel bij die zoiets hebben van, ik vind het gewoon lekker om anderen te zien kruipen. Mm. En dat is een interessante gedachte gaan van, goh, wat is jou overkomen waardoor je dat dus fijn vindt? Yeah. Dat is toch super zielig? Dat is toch van, hey, hoe is het nou mogelijk dat jij er lekker bij voelt dat iemand anders moet kruipen? Yeah. Wat is dat? Waar komt dat vandaan? Ja. Yeah. Denk die afgunst, omdat zeg maar, zeg maar op dat terras, hè, dan gaat dus iemand dan zeggen van, nee, maar jij moet betalen. En dat daar die afgunst ontstaat. Zeg van, je kan niet eens voor jezelf zorgen, weet je. Want dat is heel banaal, zeg maar, hè, dat stuk. Maar dat het in kleine dingetjes gebeurt, steeds teleurgesteld wordt. En misschien ook in een bepaalde omstandigheid. Kijk, hè, sommige mijn ervaring dingen... met rijke mensen is wel anders, hoor. Ik heb dat niet bij iedereen zo meegemaakt. Alleen je hebt er af en toe eentje tussen zitten die gewoon het verpest voor de rest. En die is dermate destructief dat echt heel erg veel invloed heeft op de samenleving. Als je, wat jij zegt, als je één persoontje hebt met echt heel erg veel, dan heeft dat elke handeling van die ene persoon heel erg veel effect op heel erg veel mensen. Dat zegt niet dat iedereen die miljonair is, dat die fout is. Nee. Dat is slecht, dat is echt niet zo. Ik weet ook niet zozeer, miljonair is tegenwoordig ook niks meer, zeg maar. Maar miljardairs, dat maakt me wel een beetje... Ik vind ik ongezond dat die bestaan. Ja, ja. En er zijn er veel tegenwoordig. Dan nog, weet je wel, ook als je 100 miljoen is ook veel, hè. Wat ik merk is bij gewoon op. Ik heb ook niet rijk, wat is rijk, weet je wel. Maar ik heb gewerkt of zo voor mensen die dan een heel bedrijf runnen en zo. En wat ik merk is een bepaalde toe-eigening van succes die ook leunt op andere mensen, maar die dan vervolgens allemaal centraliseert op deze ene plek. Hè? En ik snap het ook wel. Maar ja, op een gegeven moment gaat men denken dat jij het allemaal doet.
Dus ik zie dat op klein niveau, maar ik zie dat ook wel op groot niveau ontstaan. Dan op een gegeven moment gewoon iemand die aan de top staat, die ervan overtuigd is dat als hij daar niet had gestaan, dat er helemaal niks van was geworden. Dat is, in 9 van de 10 keer is dat ook zo. Mm. Alleen, wacht even. Het nemen van een initiatief om iets te starten. Ja, okay. Dat is wel. Ja, maar daar heb ik het niet over. De mensen die vervolgens in dienst worden genomen als de boel al draait, om dan vervolgens. Dat heb je over de managementlaag, zeg maar, die zichzelf in stand probeert te houden. Ja, nou ja, en als iets publiek, gaat en dan komt dan een CEO en een board en al dat soort dingen. Ik heb het inderdaad niet over familiebedrijven en al dat soort dingen. Al zie ik het daar ook, maar dan een soort van. Ik snap een beetje. Je hebt het niet over degene die het opstart en bouwt en maakt en begint en op een gegeven moment. Maar en dan sowieso, want je start iets op, maar je bouwt niet alleen iets, weet je wel. Ja, je start iets op, je neemt een initiatief en je hebt een goed idee, maar dan komen we ook weer op dat intellectuele property gebeuren uit. Dat is ook niet exclusief jouw eigen idee. Jij bent alleen degene die de rol gaat uitvoeren om dat idee te leiden. Zo zie ik het dan. Maar die mensen die je allemaal daarbij nodig hebt, ook al zijn het maar hele kleine schakeltjes individueel, die zijn allemaal heel essentieel. Zonder dat gebeurt er helemaal niks. Dat is, en daar zitten hele unieke mensen bij die vaak heel erg goed zijn in precies dat wat er nodig is om het allemaal goed te laten draaien. En dat is ook zo. En dat die waardering, die mag je best uiten. En de meesten doen dat ook wel hoor, echt waar. En dat is ook een kunst hoor, om dat goed in te schatten van goh, wie heeft wanneer de juiste compliment nodig en het juiste en dat te kunnen zien. Dat is ook moeilijk hoor, zeker als je zelf als initiatiefnemer van een bedrijf of van een concept ook nog visie wil houden op de groei en het verbeteren van je bedrijf. Is dat soms wel eens iets wat. Is een fijn balans. En dat is een vak eigenlijk wat weinig mensen goed kunnen. En voornamelijk met ervaring. Veel vallen opstaan. Een slechte baas zijn geweest op bepaalde momenten en dat niet door hebben gehad. Ik denk dat wel mee te maken heeft. Maar nogmaals, daarom is dat basisinkomen ook zo verschrikkelijk belangrijk. Dat je niet afhankelijk bent om ja en amen te zeggen. Om ergens te hoeven blijven. Ja. Ja. Basisinkomen. Ik twijfel nog een beetje. Ik snap het wel. Maar het kan ook niet in één keer. Dat gaat ook niet in één keer. Eerst zoiets van, ik wil een overheid zien die zich verantwoordelijk gedraagt. En dan kan je dit soort dingen, weet je wel. Maar het probleem is, die overheid wisselt de hele tijd. Ja, dus hoe gaan we ervoor zorgen dat basisinkomen niet afhankelijk is van de overheid? Dat altijd gewoon onvoorwaardelijk blijft. Zeker bij onderhuis bij de Belastingdienst of wat? Ja, de Belastingdienst, dat is ook wel een ding trouwens. Al die, er zitten dus gewoon een hele grote groep met mensen met een heel bijzonder talent. En die hebben allemaal gewerkt bij de toeslagenafdeling de afgelopen 10 jaar. Dus die hebben het vermogen gehad om dus heel die talenten bij de Belastingdienst die verantwoordelijk zijn voor de toeslagschandaal, die zijn eigenlijk altijd op het verkeerde plekje gezeten. Die hadden eigenlijk namelijk moeten zitten bij het innen van de belastingen bij de multinationals, de grote bedrijven. Yeah. Ja. Nou, dat is een geintje wat ik elke keer maak. Natuurlijk, je gunt natuurlijk helemaal niemand zo'n behandeling. Alleen wat het wel laat zien is dat het door dingen simpeler te maken, door dingen te automatiseren, dat het niet altijd beter gaat. Het moet. En als je dingen zo verschrikkelijk ingewikkeld maakt dat je er zelf niet meer van begrijpt, dan is het echt een probleem. Je ziet het ook bij bestuursrecht. Dat een heleboel rechters die begrijpen zelf niet eens meer wat ze eigenlijk aan uitspraken moeten doen. Ik ken iemand en die wordt af en toe gebeld door een bestuursrechter om te vragen van. Wat voor uitspraak moet ik doen? Ik snap het zelf niet eens meer. Nou, dan zijn we verder hoor. Dan zijn we ver. Maar dat komt ook omdat er worden dan fantastische moties worden dan ingediend in de Tweede Kamer. En
Dat, die zijn dan in eerste instantie redelijk simpel en duidelijk. En dan vervolgens komt er een lobbyist of iemand of een vriendje van, of een ondersteuner van, of een consultant van. En die komt met een hele lap tekst met uitzonderingen, waar dus makkelijk waardoorheen gefietst kan worden. Dat weet dan die consultant, die verkoopt zichzelf dan weer aan een bedrijf die dus tussen de regels door wil fietsen. En dan krijg je dus een webboek wat gewoon super ingewikkeld is. Dat gaat ook nog eens allemaal door elkaar als een even groot brei met spaghetti die vast zit. Probeer dat maar eens los te krijgen. Nou, ik denk dat we daar... Dat is iets wat ik eigenlijk heel erg leuk vind om dat eens te gaan aanpakken. Want dat, ik denk dat dat ook de kern van een heleboel problemen en waarom dingen zo verschrikkelijk duur zijn en moeilijk en waarom we eigenlijk niet zo blij zijn met bepaalde uitkomsten terwijl we de inzet met alle goede bedoelingen doen. Ik denk dat daar ook wel een oplossing is in voor dat soort problemen. En ben je van de wetgeving en zo? Ik ben zelf niet van de wetgeving, maar ik ben wel een piraat. Nee. En een piraat die ziet hier een probleem, ziet hier een oplossing. En hoe gaan we die bij elkaar krijgen? Maar dat lukt nu niet. Op een of andere rare, stomme manier krijgen we die voor elkaar om dat eten bij die arme mensen te krijgen. Op een of andere manier krijgen we niet die daklozen bij het huis wat leeg staat. Waarom kan dat niet? Nou, dat kan dus wel. Maar dat moet je dus gaan beseffen dat bepaalde regels die we op dit moment hebben onze handen boeien om elkaar te kunnen helpen. Ja, want stikstof en de bouw en vluchtelingen en zo? Stikstof, bouw, vluchtelingen. Jezus. Dat zijn de drie. Ja, dat is wel zeg maar de hoofdthema's rondom geen huizen krijgen volgens mij, toch? Nee, dat is natuurlijk niet het probleem. Nee? Nee, natuurlijk niet. We zorgen ervoor dat er huizen gekocht worden waar niet in gewoond wordt. Of woonruimte gekocht wordt waar niet in gewoond wordt. Of potentiële woonruimte wat gekocht wordt maar niet in gewoond wordt. Waarvan er op gespeculeerd wordt. Zodat het interessanter is om leeg te houden. Sommige objecten die stijgen in prijs per jaar met 20%. Dat is interessanter om gewoon leeg te houden. Ja. Want anders is het gewoon irritant om er bewoners in te hebben. En vervolgens krijgen we een woningnoodprobleem. En als er dan vluchtelingen komen, dan kun je die tegen elkaar uitspelen. Ik weet niet of dat bewust gedaan wordt hoor. Dat lijkt er wel op, maar volgens mij is het veel erger dan dat. Volgens mij zit daar niet een complot achter. Maar volgens mij is het gewoon dat mensen, ambtenaren, maar ook politici gewoon echt niet meer weten wat ze moeten doen en dan reactief zijn. Nou ja, het lijkt er ook wel een beetje op, moet ik eerlijk zeggen hoor. Op wat? Op dat vluchtelingen voorrang krijgen op een huis van jou. Ja, maar dat zie je alleen zo op het moment dat er te weinig huizen zijn. Zeker, ja. Ja. En als er niet te weinig, als er voldoende huizen zijn. Er zijn er voldoende huizen, alleen zijn leeg. Er zijn hele dorpen in Nederland, er staan voor de helft, zijn er gewoon leeg het meeste van het jaar. En je niet? Ja, omdat ze als vakantiehuisje worden gezien. Maar je mag niet zomaar in een vakantiehuisje wonen, toch? Nee, maar dat zijn vakantiehuizen, gewoon bestaande woningen. Die zijn dan vakantiewoningen voor sommige mensen. Of zo'n tweede of derde huis. Oh, die worden dan verhuurd als vakantiehuis aan, en op die manier een beetje extra bij te verdienen. Of als een extra pensioen. En moeten we dan huizen van mensen afpakken die een tweede huis hebben en zo? Dat is een lastig verhaal, hè? Ja, maar dat wil ik. Ik wil dat niet zeggen, maar ik zeg het niet afpakken. Maar we hebben wel een. We hebben het systeem blijkbaar wel de voordeeltjes. De fiscale voordeeltjes wel zo gemaakt dat het dus zo interessant is om dat te doen, dat deze situatie ontstaan is, dat mensen dus geen huis kunnen kopen. Ja, je zegt inderdaad de vastgoedregels zo maken dat het juist gunstig is om zo min mogelijk vastgoed te hebben, zodat iedereen zoveel mogelijk één vastgoed heeft. Nou, gewoon dat het dat het niet moet zijn dat jij zoveel vastgoed kan kopen dat anderen niet meer kunnen wonen. Daar gaat het om. Ja. En dat jij mag best vastgoed bezitten. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Alleen het moet niet zo zijn dat mensen niet kunnen wonen. En het moet ook niet zo kunnen zijn dat mensen meer dan de helft van hun inkomen moeten afstaan om te kunnen wonen. Maar hoeveel huizen staan er leeg dan? In Amsterdam staan er meer woningen leeg dan dat er mensen zijn die in Amsterdam een huis zoeken. Meen je niet? Ja. En dat probleem van woningnood zijn op allebei andere manieren ook nog op te lossen.
Wij begrijpen ook wel dat niet al die huizen in één keer meteen toegankelijk zijn voor bewoning. Maar er zijn heel veel kantoorgebouwen, heel veel gebouwen die gewoon leeg staan. Die voor de industrie of voor kantoorwerk bedoeld zijn. Die staan leeg. En die kun je gewoon een keer bestemmingsplan versoepelen. En dan kan je daar een keer gaan wonen. Dat kan gewoon. Alleen dat moeten we wel mogelijk maken. En je moet een leegstandsboete moet je erop zetten. Dus als een woning leeg staat voor langer dan 6 maanden, dan moet er een boete op komen te staan. Want dan ben je namelijk iemand op straat aan het houden op zo'n moment. Kan je niet gewoon kraken weer terugbrengen? Dat systeem hield zichzelf goed in stand. Ik ben er inderdaad als piraat wel een groot voorstander van, ja. Ja. Ja, laat de mensen zelf maar uitzoeken. Hè. Kraak wel een mooi leeg woning. Ik heb nog een paar op het oog. Ja. Let's go. Gaan we even 3 maanden even... Ja, ja, maar ja, dat... Die boete van leegstand, dat is ook wel een hele effectieve. Alleen die moet wel exponentieel toenemen, zodat het echt heel erg vervelend wordt na een jaar of twee om het leeg te hebben staan. Dat ze te veel geld gaat kosten. Ja. Ja. Ja, ik wist niet dat er zoveel huizen leeg staan, ja. En alternatieve woonvormen mogelijk maken. Er zijn hartstikke veel mensen die het leuk vinden om samen te wonen. Makkelijker bijbouwen en dat soort dingen. Om meer bouw aan te jagen. De hoogte in steden. Gaat straks met een mooie uitzicht hier naar de klote. Ja, maar jij hebt toch ook is al naar de klote met al die windmolens. Je hebt toch een hartstikke mooi uitzicht omdat je in zo'n gewoon gebouw zit. Ja, deze is nog niet zo hoog. Deze is nog steeds lager als de kerk, hè, zoals we hebben afgesproken. Ja, ik vind 13 verdiepingen vind ik best wel behoorlijk. Het is 40 meter. Hè? Ja. Is abzuilbaar nog. Nee, de kerk hier die is 93 meter hoog. Ja. En als het goed is, hebben we met z'n allen in Nederland afgesproken dat je niet boven de kerk mag bouwen. Of is dat allemaal niet meer... Dat detailje weet ik eigenlijk niet. Dat was een dingetje volgens mij. Ik weet niet of dat nou... Ik tover dit wel zeg maar uit het archief van zeer oude gedachten. Dus ik weet niet hoe fabeltjes gebaseerd dit is. Even kijken... Niet bouwen boven de kerk. Dordtse mysteries. Daar gaan we het al. Even kijken. Hoger bouwen. Oh, akkoord. Niet vastlopen, computer. Zo. Hoger bouwen dan de grote kerk. Dat was lang ondenkbaar. Nu laten veel Alkmaarse politieke partijen die gedachtegoed een beetje los. Ja, dat is dus wel een ding. Niet bouwen boven de hoogste kerk. Het is wel... Maar we zijn wel... We hebben ook in zo'n programma staan... Meer hoogbouwen in steden. Dus namelijk... Dan neem je namelijk niet extra plek in. En je legt wel heel veel druk op de infrastructuur. Ik bedoel, het staat hier nu al elke dag helemaal vast. Ja. En dan als je meer hoogbouw hebt... Waar gaan die wegen heen dan? Als je de OV gratis maakt... heb je dat probleem opgelost. Want dan heb je namelijk gewoon wat meer bussen rijden en veel minder auto's. Echt veel minder auto's. In een bus passen 100 mensen. Dat zijn 100 auto's van de weg af. Nou, wat het is in Arnhem, is dat ze zeg maar de infrastructuur centraal hebben ze zeg maar 16 keer omgelegd. En de conclusie is, ja, je moet er maar mee doen. Want het nadeel van Europese steden is niet dat ze zeg maar Amerika-stijl gridline mooi ruim zijn ingedeeld. Dat is allemaal een beetje hutje-mutje ontstaan. En er zijn ook heel veel monumentale panden waar je niet omheen kan. Dus wat je nu hebt is het meest efficiënte hoe je door de stad heen kan rijden. En dat betekent dus ook voor bussen en dat soort dergelijke dingen. Hebben ze al helemaal voorrang gegeven. Dus inderdaad openbaar vervoer is vaak makkelijker pakken en zo naar centraal. Toch ook gewoon kijken van, als je kijkt naar je eigen infrastructuur, dan ga je toch aan de hand daarvan kijken van wat de beste plek om dan omhoog te gaan bouwen. Het kan best zijn dat niet midden in de stad is waar je omhoog moet bouwen. Het kan best zijn dat het in een wijk wat meer aan de buitenkant staat, dat daar een betere plek is om omhoog te gaan bouwen. Hier zou het zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld een euvel iedereen die van de A50 afkomt hier doorheen moet om naar de A12 te gaan. Want omrijden is verder schijnbaar. Het is beter om hier in de file te gaan staan dan om te rijden. Dus wat er moet komen is een fucking brug. Die brug mag niet gebouwd worden. Dat soort dingen, weet je wel. De infrastructuur is... Ook als ik naar het westen ga, ik weet niet, maar dat staat gewoon 5 baans. Oké, openbaar vervoer. Dus dan rijden er 2 keer zoveel treinen.
Ik bedoel, nou, misschien wel drie keer zoveel treinen, maar daarvoor moet je wel wat. Ja, want nu weet ik dat zeg maar de huidige treinen die ze hebben rijden, dat ze dat niet eens constant voor elkaar krijgen. Er is, ja, maar dan heb je ook geen dienstregeling nodig, hè? Als je voldoende treinen laat rijden, dan heb je geen dienstregeling. Nee, maar omdat de shit stuk gaat de hele tijd. Ja, werknemerstekorten en weet ik veel wat allemaal niet. Ja, dat is natuurlijk ook omdat dat is wel heel erg vreemd natuurlijk. Want dat betekent dat er dus winst gemaximaliseerd wordt en niet kwaliteit gemaximaliseerd wordt. En niet kwantiteit gemaximaliseerd wordt. Het is niet klantgericht. De klant is het middel om geld te verdienen. Het is privatisering bij het spoor. En het zou dus weer genationaliseerd moeten worden? Dat is een hele interessante vraag, want ik ben eigenlijk niet van plan om te gaan kopen. Nee. Ja, gewoon overnemen, gewoon annexeren, Poetin-staal. Dat vind ik toch nog wat leren niet. Van die gozer, zo. Nee, er zijn... Zoals hij de centrale bank ook heeft overgenomen. Daar zijn vast wat slimmere oplossingen voor te bedenken dan op die manier. En ik denk dat dat begint met een gesprek aan te gaan met de NS, maar ook met de gemeentes die afhankelijk zijn van de spoorwegen. Want het is gewoon een monopolie. En daar begint het probleem al. En dat die situatie zo is zoals die is, dat kwam vanuit het idee om het allemaal goedkoper te maken. En het is niet goedkoper te worden, het is gewoon veel en veel duurder geworden. En op dit moment heb je de situatie dat de werkgever die betaalt de medewerker geld om met de trein te gaan. En dat geld dat belandt dan bij de NS. De NS keert daarvan de hoge salarissen uit van de eigenaren van dat bedrijf. En we zouden dus eigenlijk ook dat geld veel gerichter kunnen innen als belasting. Dat mensen gewoon gratis met het OV kunnen gaan. En dat je dat geld die anders de medewerkers ontvangen om de treinkaartjes te betalen, dat te ontvangen van de werkgever direct als belasting en dat te zetten in het onderhoud en het verbeteren van het spoor. Ik denk dat je dan een veel kwalitatiever gebruik van je euro hebt op die manier dan. Wat het ook daarmee is, omdat daardoor minder mensen met de auto gaan, veel minder mensen met de auto gaan, hoef je de fossiele industrie ook niet te subsidiëren zoveel. Je zou met 1/6 van de subsidies die we nu geven aan de fossiele industrie, zou je zelfs zonder die maatregel die ik hiervoor heb gegeven, zou je al het OV gratis kunnen maken. Dus het is echt niet zo'n heel moeilijk spelletje. Alleen je moet wel voor elkaar krijgen van ja, je zit met een probleem. Hoe ga je een monopolie ontmantelen? Ja, dat is inderdaad een interessant spel om te spelen. En dat is wel het thema een beetje van al jullie dingen natuurlijk. Het ontmantelen van al deze machtsstructuren daar. Ja, dat klopt. Ja. En daarom is het echt wel tijd dat er een piraat in de kamer komt. En we hebben er maar één genoeg hoor, echt waar. Kijk, als we er 2 of 3 hebben, dan kunnen we echt wat voor elkaar krijgen en veel sneller. Dus het is echt heel belangrijk dat mensen thuis dat die gewoon gaan stemmen. Want dit moeten we mogelijk gaan maken. Dat hebben we het echt nodig deze keer. En ik hoop echt dat er heel veel binnenkomen van alle kleinere partijen en zo. Ja. Want iedereen kan elkaar ook wel heel goed aanvullen op allerlei vlakken volgens mij. Nou, maar dat vind ik ook. Want iedereen heeft het over de weerstand tegen versplintering. Maar ik vind dat geen versplintering. Versplintering is een het helderder worden van vertegenwoordiging van de samenleving. Ja. Je krijgt dan een veel beter idee wat er speelt in de samenleving. Veel gerichtere vertegenwoordiging. Kortere lijntjes. Het is uitstekend. En waarom zou je een regeerakkoord moeten gaan maken waarvan alles tot in de detail uitgelegd is voor de komende 4 jaar en dat je dan met partijdiscipline gewoon slaafs handje opsteekt wanneer je dat moet doen vanwege dat regeerakkoord en dat hele parlement kan lullen wat hij wil, maar het gaat toch niks anders worden. Kan net zo goed naar huis gaan met z'n allen. Dat is letterlijk wat er is gebeurd, inderdaad. Het was gewoon, ja, jij zegt poppenkast, maar dat is het dan poppenkast. Op dat moment. Je hebt namelijk, je wordt niet serieus meegenomen. Je kan roepen wat je wil, je kunt het beste argument hebben. Maar op het moment dat er dus een contract wordt getekend tussen een aantal partijen van zo gaan we dat doen de komende 4 jaar. En er is afgesproken tot in detail wat er over wat gestemd wordt. Dan kan net zo goed de tegenpartij naar huis gaan, want je hebt toch geen zin. En het parlement
was zo'n prachtig instituut waarvan eigenlijk het idee was dat de slimste, knapste koppen van het land gekozen werden door de bevolking om dan samen te praten over de problemen die er zijn in het land en daar de juiste oplossing voor te vinden. Daar was het voor bedoeld. En niet van de dictatuur van de meerderheid. Ja, je mag best inderdaad stemmen dat die de lijn zetten. Dat is inderdaad wel hartstikke goed. Dat duidelijk is van waar we heen willen met z'n allen. Maar je moet niet een regeerakkoord helemaal dicht timmeren voor de komende 4 jaar. Want dan krijg je namelijk dat er geen inspraak meer is. En dus ook niet kan afstappen van een idee wat je 4 jaar geleden hebt of 3 jaar geleden hebt bedacht. Wat door de nieuwe situatie eigenlijk helemaal niet meer zo'n goed idee is. Gewoon dat je sponsors of je donateurs tevreden wil houden. Want anders krijg je niet meer de campagnegeld. Dat mag ik niet zeggen, volgens mij. Nee, want dan zeg ik dat ze corrupt zijn. En dat mag je niet zeggen. Nou, je kan zeggen dat het een dubbele pet is of een de standaard eufemismes gebruiken. Belangenverstrengeling, weet je wel, dat soort dingen. Ja, of... Dat toch je hebt ook heel veel goed advies van lobbygroepen. Je krijgt namelijk een heel goed beeld van hoe ze het eigenlijk zouden willen hebben. En heel vaak zijn dat mensen die ook zelf in de politiek hebben gezeten, die portefeuille hebben gehad en heel goed begrijpen hoe dingen werken. Alleen het is heel belangrijk dat die niet de grootste bek aan tafel hebben. Ja. En dat die niet de dienst gaan uitmaken. En dat jij denkt, nou, doe maar wat hij wil. Want hij heeft het al die tijd al gedaan. En dat moet niet zo zijn. En daarom is het dus heel belangrijk dat als je dus inderdaad zetelt in een parlement, dat je nog genoeg middelen hebt om je werk gewoon goed te doen. Ja. Ik heb een behoorlijk goed beeld. Ja. Heb jij nog dingen die je wilt toevoegen? Spieken. Kijken. Alle punten gehad. Ik denk het, ja. Het is lastig te zeggen. Ja, konden de demonstratie... Yes. Het is nu s'avonds. Ja. Dat luistert op 8 uur s'avonds. Als je dit nu luistert en je niet gedemonstreerd, ben je te laat. Ja. Sukkel. Ja. Kan er nog op andere manieren? Is er nog ergens van een petitie of zo? Of, ja, er is inderdaad nog een petitie op. Als je gaat naar chatcontrol.nl of .com, dan vind je op die website vind je ook inderdaad een petitie die je kan tekenen. Doe dat ook. Ja, absoluut. Ik zal wel kijken of ik het linkje onder in de beschrijving kan doen. Goed. Dan gaan we nog een titel bedenken. Dat is de traditie hier. Gaan we eens even hier zo. Zijn er bepaalde woorden, dingen, thema's die in je hoofd opkomen? Partijslogans, andere zaken? Even denken. Piraatje, piratendingen. Wees piraat. Ja, iedereen piraat. Ik heb wel iets. Dat is een beetje een persoonlijk dingetje wat ik... Leuk. Ja, dat is echt iets... Ik wil af van dat idee dat je moet verdienen om te overleven. Dus hoe kunnen we dat in een titel zetten? Dat je af moet van het idee om te verdienen om te overleven. Ja. Dat je bedoelt als een dat je... Dat je moet bewijzen om te overleven. Ja, overleven hoef je niet te verdienen. Of je hoeft niet te bewijzen om te overleven. Zoiets? Weet niet. Even kijken. Tegenleving, de samenleving, ja, is een beetje afgezaagd of zo. Weet niet. Even kijken. Overleven hoef je niet te verdienen. Ja, dat is te veel. Ja, het is te veel voor, hè? Het is te lang. Of gewoon, je verdient het om te leven. Dat is best wel veel woorden, ja. Ja, dat is weer. Je verdient het leven. Of zo. Ja, verdienen is ook weer zo geldachtig, weet je. Je verdient het niet. Gewoon een basis voor iedereen. Basis. Basisinkomen voor iedereen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen. Onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat is misschien wel... Onvoorwaardelijk leven. Onvoorwaardelijk leven. Dat vind ik mooi. Onvoorwaardelijk leven. Klinkt diepzinnig.
Arr. Dat is ook wel een beetje het leven van een piraat, toch? Ja, onvoorwaardelijk leven. Vrij. En een vrij leven is een goed leven. En een goed leven is voor iedereen goed. Want dan ga je namelijk dat doen wat je vanuit je hart wilt doen. En dat is het beste voor alles en iedereen. Nou, dat vind ik mooi. Dan is dit poppenkast nummer 139 met Mark van Treuren. Onvoorwaardelijk leven. Cool. Cool. En bedankt. Dankjewel. Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen.